Hallo en welkom bij episode 257 alweer van Pau Praat, jouw favoriete gaming en entertainment podcast. We gaan het vandaag hebben over het Anniversary Edition verhaal van Florian. Die heeft eindelijk zijn PlayStation 5 Pro Anniversary Edition op de kop getikt. We hebben het over GTA 6. Wordt dat nou een, een beetje overschatte game of gaat het toch wel een beetje beloftes invullen? We gaan het hebben over gezellig samen gamen op de bank of toch in je gamecave. VR-gamen met één oog. Kan dat? Fallout, de serie, hebben we het over. Planet Coaster. Misdaad tegen de mensheid wordt gepleegd in het huishouden van Jan in Baldur's Gate 3. Dragon Quest 3 Remake heeft Cody het erover. Die is helemaal hyped. We hebben het over de Game of the Year nominaties. We hebben het over Balatro. Ja, we zijn een beetje late to the party, maar dan alsnog PlayStation 5 Pro games die je moet spelen volgens Florian. Flight Simulator, Farming Simulator en op de valreep nog Arcane. Het is een uur en 30 minuten, mensen. Ga er maar eens even lekker voor zitten, want het wordt een leuke run. Ja, leuk dat jullie weer zijn. Florian en Cody. Hallo daar. Hey. Ja, welkom bij uh, ja, weer een nieuwe aflevering. Hoppa. Het is de laatste aflevering van onze kant voordat we de einde specials hebben? Precies. Dus laten we er een leuk feestje van maken. Ja, laatste reguliere van het jaar. Ja, spannend. Klinkt Zin in of zo. Ik weet niet. Ja, ja. inderdaad. Nou ja, het, het jaar is bijna af inderdaad. Um, hebben jullie nog uh, leuke weken gehad de weken? Ik ben wel blij dat ik mijn pet niet opgedaan had. Ik heb lang getwijfeld. Ik heb deze outfit met en zonder pet gecheckt. <laughs> en toen dacht ik, we kunnen niet drie van de drie petmannen zijn. Wacht even, jij stond voor de spiegel? Ja, ja. Met, de... met pet? Ja, en, en... toen dacht ik... Wacht, Florian heeft waarschijnlijk een pet op. Dat is dat, Cheers ja. 50 /50. We kunnen niet de drie man's mm. pettenmannen zijn. Nee, mm. Ik heb niet, veel, niet vaak met een pet op, maar ik had gisteren uh, de, de hard gesport. En toen. Dan, wat ik dan doe, is dan ga ik daarna douchen en dan daarna, daarna slapen. <laughs> Alleen dan is mijn haar echt een soort van. En Krijg je toen dat een, ik... een beetje een afro, zeg maar. Ja, nou, tot, nou niet dat, maar... Cheers met een afro. Dat Daar zit het voor geen meter. Dus ik denk van, nou, doe ik daar gewoon een petje op vandaag, toch? Uh, voor de mensen die, uh, die zich afvroegen van, hé, hey, wat heeft die gozer in zijn hand? Uh, 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 dat denk je natuurlijk niet dat je alleen luistert, maar voor de mensen die naar de video kijken, dit is uh, de nieuwe Power Limited. Het is een extra dik exemplaar. En het is wel heel vet. Uh, ja, Simon heeft er natuurlijk uitgebreid over gehad, maar aan de andere kant zit de oorspronkelijke cover van Soul Reaver. Oldschool-stijl, ja. Echt wel. 1999. Ja. Is, uh, hij is uit. Hij ligt in de winkels. Hij ligt op je deurmat. En uh, hij zit vol met eindejaarscontent. Het is heel tof. Uh, aanrader. En met die zuigende actie ook. Ja. Het <laughs> is ook in. Ja, het, het, het contrast tussen de voor- en de achterkant is wel echt ja. enorm. Hè? Ja. Maar laten we eerlijk zijn, dat overleedje op het pu-logo, dat is wel even lekker. Het ziet er goed uit, hè? Ja. 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 Hey, zeker. Het is heel cool. Ja, oké. Okay, Bij um, van wc 1 natuurlijk, maar het ziet, er, het ziet er goed uit. We hebben veel te bespreken, dus laten we er maar snel mee beginnen. Florian, er staat een fantastische video online. Die heb ik echt van begin tot eind helemaal verorberd. Het gaat het over die, die, die PlayStation 5 Pro Anniversary Edition. Ja. Vol met Easter eggs. Het is mm -hmm. fantastisch. Als je die niet hebt gezien, die unboxing, uh, ga dat zeker even checken. Yep. Er zit nog een heel verhaal achter. Zit zeker dat een, had je nog niet verteld. Nee. Nou, sterker nog, ik gaf zelfs een teaser volgens mij in die unboxing van Luister de Powerpraat. Ja. Uh, want het was niet makkelijk om deze te bemachtigen. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Maar heb je er nou één of twee? Uh, voor mezelf heb ik er gewoon één. <laughs> voor mezelf. <laughs> Laat wie, wie het sowieso okay. dan? Yeah. ik het zo zeggen. Ik heb er gewoon één. Ja, oké. Okay. Okay. Uh, nee, wacht. Laat ik, uh, laat ik dit... Uh, ja, dan dus zullen we dit verhaal gewoon beginnen? Ja, ja gaan we, en, en beginnen? dan doen we daarna de comments. Ja, Oké, okay, cool. Ik uh, neem jullie mee uh, naar een, een paar weken terug. Dan moet je even wel even mee? Oh, sorry. Uh, even voor cheerte. Ik neem Start jullie mee uh, een paar weken terug. Uh. Nee, goed. Um, <laughs> <laughs> uh, een paar weken geleden ging inderdaad... Uh, we hebben het over de 30th anniversary PlayStation 5 Pro. Ja. Uh, die speciale editie uh, PlayStation 5. Uh, er zijn er 12.300 ter wereld. Uh, daar wilde ik er heel graag eentje van. Uh, die ging een paar weken geleden, ging die in de pre-order op de PlayStation Direct-site. Uh, als je dat niet hebt geluisterd, uh, luister een paar pauwpraten terug. Daarin geef ik uh, uitgebreid uitleg over hoe dat ging. Uh, spoiler alert, ging die lekker. Nee. nee. <laughs> uh, dus ondanks dat ik uh, klaar zat met een hele Battle Station en, uh, en de hele nacht aan een refreshen was en weet ik veel wat, heb ik uh, misgegrepen. Uh, en uh, dat mag je best weten, dat deed wel wat met me. Ja. Uh, vond ik echt heel vervelend. Dat doet pijn, hè? Ja. Vond ik echt, echt heel vervelend. Of ze zacht gezegd, ze vond ik dat echt heel vervelend. Uh, en dus begon ik uh, uh, pff, verder te kijken: van oké, okay, misschien kan ik er eentje overnemen van iemand anders. Maar inderdaad, als je op eBay een marktplaats kijkt, word je niet vrolijk van die prijzen. Uh, scalpers die uh, willen echt de fucking hoofdprijs. Wat, wat is ongeveer voor die, dingen. die prijs van zo'n scalper? Laten we zeggen. Uh, dus bij, een, bij een echte professionele scalper die willen zo'n beetje tussen de 3000 en 4000 voor Jezus. hebben. Jezus. Ja, terwijl ze dus 1100 waren ze zeg maar op pre-order. Ja. Uh, dus ze gaan, ze gaan drie, vier keer over de kop. Ja. Uh, klopt, klopt. Insane. Uh, nou ben ik natuurlijk een hele grote fan. Maar zo'n grote fan. Ja, dat is 3, 4k is Oeh. ook een auto zeg maar. Dus. Het <laughs> is echt heel lijp. Uh, dus ja, ik zat daar wel mee. Um, maar. Um, ik en, 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 en daar komt... Oké, okay, het was dus heel irritant. Uh, ik heb heel veel irritatie gehad daarover. Ja. Um, maar het was ook hartverwarmend. Omdat um, toen vooral toen die Powerpraat-aflevering online ging... en volgens mij was dat een paar dagen nadat het hele pre-order gebeurde... gaande was, zeg maar. Ja, ja. Um, en toen um, kwam daar zoveel reactie op. Um, van vrienden en familie. Maar ook collega's en con-collega's. En vooral ook, jawel, de pu-community. Uh, en dat is. Uh, het is echt heel tof. Dus wat er gebeurde is. Um, ik greep mis. Ik uh, liet dat weten in de PowerPoint. Uh, dat ik hem heel graag wilde hebben. Maar dat ik dus heb misgegrepen. Uh, en vervolgens werd ik overladen met berichten. Uh, en die uh, varieerden nogal. Uh, en zei. Nou, voor 5000 mag je hem hebben. Dat soort dingen. Inderdaad. Van, uh, ik heb er wel eentje. Voor 10.000. 10 Weet je, dat soort dingen. Hey, thanks. Dat is echt top He man. Heb ik lekker wat aan. Uh, ook reacties van mensen die zeggen van. Uh, waar maak je je druk om? <laughs> ook dat is fair enough. Ja, uh, ja, het is inderdaad na. gewoon een, een Playstation, maar hij is grijs. Lekker belangrijk. Nee, ja, je kan niet kinkshamen. Zo, zo, zo zou je het kunnen zien. Nooit je op iemand. Zo zie pasties. ik het niet, maar zo nee. zou je het kunnen zien. Waarom zou je dat doen? Uh, I don't know. Maar goed, anyway. Um, maar um, ik kreeg ook berichten van mensen die met me meeleefden. Die gewoon een beetje zeiden van, jezus, wat een, wat een hel verhaal, wat kut voor je. Uh, dat vond ik lief. Maar het ging nog een stap verder, dat er zelfs mensen naar me toe kwamen en gewoon zeiden van er bestaat geen wereld waarin jij deze PlayStation niet hebt. En dus laat me je helpen. En ik had echt Ik, ik werd echt een beetje overrompeld gewoon van, van what do you mean? En, en dus. Ik had een specific set of skills. <laughs> uh, en uiteindelijk um, ben ik gewoon in contact gekomen met mensen uit de community. Um, en lopen, lopen, lopen chatten, berichtjes lopen sturen. Um, en zij zijn eigenlijk ook gewoon in hun omgevingen gaan rondkijken bij gamers. Weet je, dus die er ook eentje hadden gekocht. Ja. Niet per se via Marktplaats, Scalpers, volledige hoofdprijs daarvoor willen hebben. Um, maar soort van via, via dan mijn verhaal horen. En dan krijg ik te maken met een gunfactor. Ja. Enzovoort. Enzovoort. Um, en zo werd mijn bereik dus eigenlijk veel breder dan alleen Marktplaats en eBay. Uh, mm -hmm. door de community, die mij gewoon in contact bracht met gamers en via via. En van, yo, hij heeft er eentje. Uh, dat soort dingen. En ging Dit ik is gewoon... zijn adres, hij is niet thuis tussen drie en <laughs> <laughs> nee, zo, zo, zo erg nog weer net niet, inderdaad. Maar inderdaad wel gewoon, ik, ik kreeg telefoonnummers. Uh, dus ging ik ineens berichtje sturen van, yo, ik ben Florian inderdaad van Power Limited. Ik wil heel graag jouw PlayStation. Kunnen we wat fixen? Um, en, en zo inderdaad uh, is dat balletje een beetje gaan rollen. En uh, dat is, uh, is heel tof, maar het, het verhaal wordt nog ietsje lijper. Omdat um, ik was natuurlijk zelf op zoek naar een PlayStation. En mm -hmm. dat doe je inderdaad op, op eBay en, en ja. Marktplaats. Ja. Um, en daar heb je eigenlijk twee types aan advertenties, om het maar zo ja. te zeggen. Je hebt de mensen zoals ik die op zoek zijn naar een PlayStation. Mm -hmm. En je hebt verkopers van PlayStations, ja. right? Um, en ik was natuurlijk in mijn zoektocht. Ik ben op zoek naar een PlayStation. Ja. Dus al die advertenties van mensen die zeggen: ja, PlayStation gezocht. Ja, ik zit in hetzelfde schuitje right. Ja. En dat boeit me dus ook niet zo. Ik lees die advertenties, lees ik niet. Want jij bent ook op zoek naar een PlayStation. Ja, jij kan niks van mij betekenen. Nee. Uh, sterker nog, we zijn concurrenten van, van elkaar <laughs> ja, bijna. Ja, ja. Um, en dus, dat liet ik heel erg ja, links liggen, zeg maar. En de rest kreeg ik wel de hele tijd mee. Ik zat elke keer te refreshen, elke dag te kijken, van het staat er weer nieuwe op en weet ik veel wat. En dat ging uh, twee weken overheen, of zo. En toen ineens, toen uh, zat ik s'avonds op de bank en toen. Zijn mijn vriendin. Ik moet je wel vertellen. En toen zat ik echt van. Oké, okay, meestal beginnen dit soort gesprekken niet goed als je daarmee begint, zeker niet in een relatie. Nee, 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 nee. Uh, wat is gaande? Uh, en toen moest ze een beetje lachen en toen zei ze: "Ja, ik heb iets achter je rug omgedaan. Wat? Dus ik echt. Kan nog steeds alle kanten ja, op. Ja, dus ik ja, echt ja. gewoon. Dus jij pakt de koekenpan al voor schijn. Nou dus gewoon <laughs> echt van: "Say what nou? Um, Goed, uiteindelijk vertelde zij dat uh, ik natuurlijk uh, behoorlijk chagrijnig door het huis heen liep. Mm. <laughs> ja, Kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat is wel het moment inderdaad dat ze achter de... de achter ja, dat je rug, dat dingen wel, dingen ja, eigenlijk doen. wel. Dat eigenlijk je wel. Vertellen. Maar goed, gelukkig is mijn vriendin uh, heel lief. Uh, en niet van plan om uh, allemaal rare dingen te doen. Maar in plaats daarvan had zij dus wel zo'n advertentie geplaatst. Met Playstation gezocht. Uit haar naam gewoon. Uh, met mijn vriend, die loopt al een paar weken hier chagrijnig rond. Uh, als je zo'n Playstation hebt en je wilde hem verkopen voor een beetje een normale prijs, stuur me een berichtje. Dus dat had zij gewoon ook op Marktplaats gezet. En nogmaals, dat heb ik gewoon twee weken lang niet gezien. Ik heb er twee weken lang langs gescrolld. <laughs> Later heb ik die advertentie ook gezien. En ik heb gewoon werkelijk gezien dat ik er twee weken lang heb langs <laughs> Heel stom. Maar goed, anyway. Um, op Marktplaats vooral zie je... Um, je ziet de naam van, ja. van de aanbieder of de koper in dit geval. Ja, ja. Um, maar je ziet ook een, een plaatsnaam. En... Kijkers, luisteraars, lezers, weet ik veel wat, die zagen dat en die dachten, wacht even, één en één is twee. Dus die gingen berichtje sturen naar mijn vriendin van, of jij bent zelf Florian, <laughs> ja. of dit klopt en jij bent daadwerkelijk de vriendin van Florian. Welke van de twee is het? En de eerste twee keer dat mijn vriendin zo'n berichtje kreeg, had ze zoiets van, Oké, okay, dat is weird. Het is een little bit creepy. Ja, ik 100%. weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Ja. Uh, en dus negeerden ze het. Maar toen kwam er ook nog een derde en een vierde die het vroegen. Uh, en toen zat ik dus bij haar op de bank. En toen zei ze van: yeah, oké, okay, dit is wat er gaande is. Ik heb dus achter je rug heb ik die advertentie geplaatst. Nu kom ik in contact met gamers die of denken dat ik jou ben. <laughs> <laughs> uh, maar zeg ze ook, ik kom ook op een punt dat. Zij kan gewoon op een gegeven moment niet echt onderhandelen of je nee. echt, echt knopen doorhakken of een dik voor wat. Yeah. Dus zij zei op een gegeven moment: Oké, okay, hier is mijn advertentie. Hier zijn alle berichtjes. Dus dit zijn alle jongens met wie ik contact heb gehad. Neem dit over. <laughs> zei, hey, heel cool. Dus uiteindelijk heb ik het overgenomen. Heb ik berichtjes gestuurd ook naar, naar die gast van You sneaky bastards. <laughs> Holy shit. Yeah. Uh, en een aantal, zelfs ook, dat is helemaal sneaky, dat ik ook gewoon contact mee over Twitter. Oh, really? Dus die hielden gewoon hun mond dicht. Dat ze gewoon contact hadden met mijn vriendin achter mijn rug om. Ja, ah, hilarisch, jongen. Jezus. Dus uiteindelijk inderdaad, long story short... Um, hebben we eigenlijk met z'n allen... Uh, hebben we ervoor gezorgd dat ik contact kwam met, uh, met gamers... en niet scalpers die er echt de fucking hoofdprijs voor vroegen. Uh, en zo kwam ik uh, ja, in contact met mensen die uh, me gunden... voor ietsje meer dan de normale prijs. En uiteindelijk, dat zijn vragen die ik zeker ga krijgen... Uh, maar ik hoop ook dat je respecteert dat ik dat tussen mij en de verkoper laat. Dat is nou eenmaal de deal. Uh, maar ik heb er lang niet zoveel betaald als ze op Marktplaats staan en op eBay. Die echt iets kelpers willen hebben. Uh, ik heb er wel iets meer voor betaald dan normaal. Uh, everybody happy. Ja. Uh, en zo doen we, zeg maar. Maar goed, zonder deze community had ik dit niet kunnen flikken, denk ik. Ze hebben me echt geholpen. En nice. dat is, is wat ik zeg, weet je. De afgelopen hey, maar paar weken waren... de community were. ook. Het is best wel therapeutisch om te luisteren naar een podcast. Dus. Uh, als jij dat zegt. Weet je hoeveel uh, we jou luisteren? Uh, <laughs> als dat ik hebt gezet de community. Uh, Oké, okay, als we dat zo is, dan, dan is het helemaal tof En top, ik ben natuurlijk. blij dat ik je heb kunnen helpen. <laughs> ja, nou, ja, ja, zeker. Ja, zeker. <laughs> ik heb echt geen fun. Nee, ja, nee, het is echt, het is echt tof. Echt, 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 ja, ik echt, heb dus op... nog steeds contact met je vriendin. <laughs> nee, en, dat is, en, dat is, en dat is prima. Als er nog meer Playstations uitkomen, is dat helemaal mooi. Ja, nee, echt... I'm blessed, wat ik zeg, weet je. Het, 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 het gaf een hoop irritatie, uh, deze hele situatie. Maar de manier waarop het is opgepakt... en de manier waarop ik toch uiteindelijk... er eentje heb kunnen bemachtigen, die unboxing heb kunnen, da uh, kunnen doen... is een, voor mij een dream come true. Uh, en nogmaals, ik weet niet of ik het had kunnen flikken alleen. Misschien wel, maar dan had ik er drie keer zoveel voor moeten betalen ja. nog. En dat, ik weet niet of ik dat had gedaan. Uh, dus, uh, happy man. Very, very nice. happy Goed gedaan. Man. Thanks guys. Goed om te horen ja, ja, ja. en heel Dank vet. aan iedereen die Florian heeft geholpen bij zijn zoektocht. Ook al is dit gewoon om te zeggen van, gozer, we maken je fucking druk op? Nee, en dat mag nee, ook. Ja, nou, maar nee, maar. Je zeker. bent niet alleen, hoor. Ik bedoel, ik in dit geval snap ik het niet, want ik ben niet echt een PlayStation-fan. Maar ik heb dit gehad met een, uh, met een Celeste Collector's Edition van Limited Run Games. Mm. En daar was ik te laat bij. Een jaar lang dat ik gewoon soms net zoals een wondje op je vinger dat je ineens, tijdens einde denk je, ey, wat de ja, fuck? Precies. Dat heb ik met die Collector's Edition ook gehad. Ja. Ik dacht van, was ik dan zag ik Celeste en dacht ik, ah. Nee. Ja. Ik baal hier echt, dus ik, ik, nee, 100%. Ja, bij mij ging 100%. het ook heel erg knagen inderdaad. En vooral ook van mensen die om me heen, die bijvoorbeeld wel een pre-order hadden. Ja, dat is niet leuk. Weet je, die werden steeds hypter en, en, en ik werd ja. steeds ongelukkiger. Uh, dus ja, het, het heeft behoorlijk geleefd bij me, ja. Damn, man, wat, wat een Maar ja, hij staat, hij staat de show te pronken nu. Um, kijkt er elke dag met een, met een big smile naar. Maar je gebruikt hem niet, toch? Ja. Wel, ja. je gebruikt hem wel. Ja. Maar je hebt ook een gewone PlayStation 5 Pro, toch? Want ja. oh, dit is je enige? Ja. Ah, ik rok hem gewoon. Ah, ja, ja. Life is short. Ja, dat is zeker waar. Moet ik hem in de doos laten in de kast gooien? Nee, man. Ik heb wel een controle. Enjoy ik. it. Oké, okay, vet. Ja. Ja. Inderdaad. Goed. Nou, uh, genieten van Florian. Thank you. En dankjewel voor je verhaal. Ja. Um, vorige keer hebben we natuurlijk uh, gehad over uh, dat, dat er zoveel crazy, dikke VR-titels waren. Mm. Uh, toen oh ja. hebben wij ook uh, natuurlijk een polletje gestart ah. op de Spotify. Ja. En um, mm. die vraag die was: uh, ben jij door al die knijterdikke VR-hits geïnteresseerd geworden? En de opties die waren: ja, ik haal een VR-bril. Uh, nee, niks voor mij. Of ik heb er al eentje. Oh, Wat en, een verrassende uh, reacties, joh. Dat verwacht je niet. <laughs> verrassende opties, bedoel je? <laughs> ja. episodes, ja. Iemand ja. die het ja. heeft, wel heeft, iemand hef, die het niet heeft, heeft. gedaan, denk ik. Ja, dit waren de opties en er konden mensen op stemmen, Cody. Oh, oh sorry. PlayStation mm -hmm. <tiek> ja, ja, 5 Anniversary Edition. Ja, oké. Okay. Uh, nee, er, er zijn nog steeds het, het, het meerdere meerder deel van de mensen die... Uh, ja, daar is het niks voor. Dus dat, dat is ja. 62,8% wow. die zegt nee, niks voor mij. Er is 16% die heeft er al eentje. Maar toch, vanwege jouw verhalen, Florian... <sus> 21,3% die zegt ja... Ik haal me een VR bril. Is niet slecht. Ja, dat is best wel aanzienlijk. 20% is best wel. Best wel ik goed, vind ja. ook dat jij daar eigenlijk gewoon commissie voor moet krijgen. Precies. Eigenlijk ben ik een soort van VR ambassadeur ja, of zo. 100%, ja. 100%, ja, Bij 100%. wie kan ik aankloppen? Bij Oculus? Sure. Bij Meta? Sure. Precies. PlayStation kan ook nog. Je, je krijgt terugbetaald <laughs> in communityleden die je helpen om een PlayStation 5 Pro. Hey! Ja, dat is <laughs> een Prima wel in natura. Punt scoorde. Ja. Oké, okay, eh, nou, dankjewel mensen voor het, uh, voor het stemmen. Ik vond het uh, best wel een uh, verrassende uitslag eigenlijk. Ja, ik had niet wel. verwacht dat er nog echt 21% van de mensen waren die ik dachten ben, ik, van... Uh, precies, maar ik ben oprecht benieuwd eigenlijk, soort van begin januari... of daadwerkelijk 20% of al die mensen een VR-bril hebben nu. Ja, nou goed. Misschien, misschien, misschien we moeten we dat laten, in de januari uh, ja. vragen inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay, het is uh, tijd voor de comments van de week. Dus uh, knallen er maar in, Pieter. Wil komen, oh, ik dacht dat. Nou, we hebben hem niet, nee. Zijn we nee. kwijt? On oh, ah, 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 Van de, week. Van de week. dit zijn de Van de Ik was gisteren weer even een beetje aan het dabbelen in het uh, muziek maken. Je bent elke keer teasers aan het geven, maar dat nee, komt nooit iets. Ja, nee, maar ja. Nee, echte artiest dus eigenlijk. <laughs> goed, ja, ja, Nee, ik was er gisteren een beetje mee aan dabbelen. Ik denk dat er binnenkort weer eens uh, weer eens wat uit mijn vingers gaat komen. Ja? ja. In 2025. Ik had wel meteen ruzie, want uh, dat is. Bijzonder. Ik was. Nou ja, goed. Uh, uh, Teresa die was aan het uh, werk en uh, we moesten nog eten, maar ja, zei van ja, ik moet nog wel even door. En toen dacht ik van nou, oké, okay, nou dan ga ik even achter het perceetje dus ik denk, oh, ik ga even een muziekje maken. Toen was zij dus nog aan het werk. Op een gegeven moment uh, had ik dus eigenlijk gewoon even met het eten aan de slag moeten gaan. Precies. Ja. Maar toen was zij dus al klaar. Toen, toen was ik nog bezig met, uh, oh, oh, moet je luisteren? Wat ik nu heb gewoon en toen was hij een beetje wel een beetje stil dus toen dacht ik, wat is er aan de hand? Ja, waar is het eten? Nou, ja. uh, <laughs> je zit hier maar een beetje te niksen. <laughs> waar my en food? En moet ik weer, dan ben ik weer de hele dag bezig geweest met dit en dat. En dan moet ik weer dat eten. Ik zeg, nou. Uh, uh, Mm -hmm. okay. Trouwen, ook ja. wat voor jou. Probeer het uit. Uh, comments van de week dus. Jona van Vredendaal via de Spotify. Die zegt, goede powerpraat weer heren. Nu ben ik toch wel erg benieuwd of Florian alsnog die limited edition PS5 Pro weet te scoren. Nou, met deze, ja. Uh, en uh, uh, dat. Uh, daarnaast hebben jullie nog aanraders voor een beetje betaalbare OLED-tv's. Ik ben toe aan een upgrade. Dat is um, ook een vraag voor Florian. Als, ja. je, als je toe bent aan een, uh, aan een nieuwe OLED, dan is dit het moment om toe te slaan. Want we zitten in Black Friday. Ja. Um, dus ik denk dat je, zeg maar, als je dit nu luistert, dit weekend nog een, een hele mooie deal kan scoren ergens. Uh, dus dat is een mooi moment. Maar je zou ook kunnen kijken naar het model van vorig jaar. Uh, dus wat is het model van vorig jaar, dus wat het allerbeste is? Dus bijvoorbeeld, als je naar LG kijkt, dan kan je bijvoorbeeld naar de G3 gaan, of naar de C3, in plaats van de C4 en de G4 van dit jaar. Mm -hmm. uh, en dan bespaar je nog wel flink wat knaken. Um, je levert ietsje in op, op brightness, maar het is niet heel veel, maar het scheelt wel echt behoorlijk in prijs. Ja, waarschijnlijk lever je niet in, want hij heeft een nieuwe tv nodig. Dus... Uh, waarschijnlijk sowieso een upgrade, ja. inderdaad. Ja. Uh, dus, dus dat kan je doen. Um, je zou ook kunnen zeggen van je wacht nog eventjes, want in januari is ook altijd een mooi moment. In januari worden namelijk de nieuwe televisies altijd gepresenteerd op de CES. En dan heb je ook altijd een beetje een uitverkoop in de huidige modellen, zeg maar. Dus je zou ook nog eventjes kunnen wachten in januari kunnen kijken. Um, en inderdaad, je check dan uh, ja, een model van vorig jaar. Oké. Okay. Dus als je met Black Friday eentje wil, eentje van vorig jaar, ja. dan heb je het over de C4 of de C3. C3 of de G3. S en hier zou ook voor de Samsung uh, S95C kunnen gaan. Wat is er gebeurd uh, na de C10 dan? Zijn we dan naar de C1 gegaan? Ziek. Ja. <laughs> nee, de C ja. C10 was de C1 toch? Oh nee, ja. dat was de nee, C1. De C11 zou dan de C1 zijn. Nee, de CX was, de CX was, het. was het. Ja. 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 Ja, en okay. daarna zijn ze gewoon weer opnieuw begonnen. Ja, ah, wel overzichtelijk. Ja, dan over, over zes jaar ben ik dus, dus inderdaad. In code ik, of trade. ik, precies, dus inderdaad, ik heb <laughs> nog een C9. <laughs> je bent er bijna hey. <laughs> nog een paar jaartjes. Is die weer state of the art. Ik moet wel zeggen dat, <laughs> uh, dat, dat tv's die krijgen een beetje wat je nou, zo'n tien jaar geleden ook had met Apple-telefoons, uh, uh, hoe huh? minimaal upgrades Nee, dat de telefoons op een gegeven moment echt bijna onhandelbaar worden. Vanwege de, de, de apps, die, die worden steeds beter en die gaan steeds meer nodig hebben. Mm -hmm. Alleen de tv's zelf, die zijn die, die, ja, die worden ook steeds sneller. Maar de oudere tv's die ja. worden nu een beetje onhandelbaar. Ja. Dus elke keer als ik een, een, de app op wil starten van Amazon Prime of zo, dan, even, ja. dan loopt die vast. En wat ja. ik, waar ik vroeger precies wist hoe ik die ook uh, die apps kon... Kon sluiten. Kon, kon, kon sluiten, dat, dat is ook weer aange aangepast. Ja, dat vind ik super vervelend. Dat is echt heel irritant. En dus nu krijg ik de hele tijd van die ja, zo'n hangende tv. Dat vind ik echt uh, behoorlijk irritant. Mm. En het is niet dat die tv's echt zo knetter oud zijn. Maar zit dat toch? in de tv's of zit het in de optimalisatie van die apps? Want ik vertrouw die Disney-app bijvoorbeeld echt voor geen fluit. Dat werkt echt voor geen ene cent. Alleen Netflix heeft je shit worden. En HBO gaat steeds beter, vind ik qua mm. app. Okay. Ja. ik heb er wel TV. heel lang gehad dat ik als HBO-app opstarten, dan moest ik hem weer opnieuw installeren. Dat is niet fijn, maar als je bij Disney, Disney bijvoorbeeld 10 seconden wil terugspoelen, dan zit je in een keer in een hele andere serie. Het <laughs> <laughs> slaat echt nee. dat is wel heel ver terug. Nee, ik, 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 had okay. la, ik, ik heb echt de laatste keer dat ik uh, Amazon zo'n Prime. Maar op op welke start, TV dan? De C9. De C9. De C9. Dan? Oh, ook een C9. Oké, okay. okay. we hebben alle drie C9. C9. C9? <laughs> we, zijn, ik, we, zijn we zijn de, de C9. C9. <laughs> Squad. <laughs> <laughs> de, um, C uh. De C-neven. Oh man, dat is echt heel slecht. Ja, is wel leuk. Uh. Ik ben trouwens zelf op zoek naar een soundbarretje. Is dat ook Black Friday uh, aantrekkelijk? Of zit je daar niet per se in? Zeker, maar een soundbar moet je echt alleen nemen als je echt geen ruimte hebt. Als je geen, want wat is de. Uh, ja, gewoon, als gewoon een je speaker setup. Is. Een moet, je nemen, set moet je inderdaad nemen als je gewoon bijna niks hoort. <laughs> Sorry. <laughs> Too soon? Het <laughs> nou, is niet zo erg als die Tinnitus grap die je maakt mijn eerste dag van kantoor. Ja, voor, ja, ik heb dus die oorlogs tegen gehad. Thuis, en ik kwam op kantoor en ik, en ik, ja, ik was aan het praten met Yender, met, met volgens mij, met onze editor gewoon, en Chase stond achter ons en ik dacht, ja, nee, maar het is kut, hè? maar uiteindelijk, uh, je bent wel lekker thuis, dus het is ook weer niet zo erg. En dan hoor je Church ineens op de achtergrond. Oh, dus dat deed eigenlijk alles Tinitus. <laughs> En ik draai hem om, ik wil boos worden, want ik dacht: dit is echt van God, ja, Ik dacht: nee, deze is te goed. Oh, <laughs> is te goed. Hier heb je een bok. Yeah. Um, Stefan Horsman. Ja. die zegt: uh, ah. Wat een energie hebben jullie en een enthousiasme! Heerlijk! <laughs> denk je dat hij het zo zei ook? Ik <laughs> denk het wel, ja, al, het, het wel. is heel enthousiast. Ja. Uh, het, het zomaar Engels erdoor gooien, maag wat minder. Oh. Alhoewel dat een landelijke trend lijkt te zijn. Vraagje. Kan Rockstar nog verbazen met GTA 6? Of is die franchise ook wel een keertje uitgemolken? Ik mm -hmm. ben zelf heel benieuwd naar die game en ga hem ook zeker aanschaffen. Maar vraag me wel af hoe vernieuwend dat nou gaat worden. Nou ja, ik bedoel, GTA, de franchise is niet uitgemolken. Die, die stelling wil ik wel aannemen. Ze nemen daar zo de tijd voor iedere keer dat het bijna onmogelijk is om daar. Als je nou el elk jaar een nieuwe GTA zou uitgooien, ja. dan, dan, ja, dan maar, heb maar, je ja, minder ja. GTA uh, 5 is uitgemolken, dat geef ik ik, ik denk dat je hem, hem daar inderdaad heel goed omschrijft. GTA 5 is uitgemolken, maar de hele serie op zich goldbeid. is niet uitgemolken. Ja. Nee, nee. Uh, ik vind het juist wel goed hoe ze het doen. Dat, dat ik gewoon... nou, nee, ja, ik... is wel heel overdreven. Kijk, het, het is crazy nou, maar... dat als je bij Rockstar ja. werkt, dat je, stel je voor je werkt daar tien jaar, dat je één release hebt, dat is crazy. ja. ja. Daar ben ik met je eens, maar mm -hmm. aan de andere kant, ja, ik bedoel, we hadden nooit zo naar GTA 6 uitgekeken als, als, als de vorige producten niet zo baanbrekend waren. Dus nou, ik vind, ik vind het prima dat ze er wat langer mee doen. En ik denk niet dat ze gaan teleurstellen, trouwens. Nee. Ik, 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 ik hoop en ik verwacht heel erg dat dat, dat NPC-gedeelte er lekker in verworpen wordt. Dat je echt, zeg maar, veel meer uh, karakter bij de personages ziet en dat er ook gevolgen zijn als je iemand van zijn scooter afrijdt hè, uh, met een met met telefoontje en zo. Dus uh, dat is wel een, een aspect. Dat, dat je een soort van, van dat je krijgt, is dat Shadow of Mordor Nemesis nou, systeem. Ja, dat, dat als je oh, iemand ja. van zijn scooter afrijdt, dat die gewoon de rest van de game <laughs> je blijft hanten. Ja, het zou niet fijn zijn als je dan als je de, de dag later ergens op, op de hoek wordt opgewacht door hem en nog andere vier scootermannen. Dat is wel een beetje de, de angle die ik verwacht. Ook met je social media die je kan gaan oprichten. Precies, ja, of dat het stiekem wordt gefilmd of zo. Stiekem shit wordt shit gefilmd. die je doet. Ja, dat dat ja. vind ik heel interessant. En als, ja. dat, als ze daarop leveren, dan, dan wordt dit weer gewoon een compleet nieuwe GTA-ervaring. Ja, ik denk, ik denk niet dat dit uh, een kwestie van uitmelken is en ook niet dat er weinig vernieuwing in gaat zitten. Nee, ik denk ik niet. Um, ik denk dat je dit. Ja, dit, er zijn weinig zekerheidjes in deze wereld. En ik ga ook zeker niet vanuit dat het een zekerheidje is, maar al ja, het komt wel verrassend in de buurt, zeg maar. Dat denk ik. En prestatiewijs wordt het misschien nog wel tricky als hij echt 30 FPS gaat lopen. Oh, tricky is, is een Engels woord. Sorry. Oh, sorry, verraadelijk. Ja. <laughs> ik wil ook niet eens meer verder met dit gesprek, man. Ik ben echt voornamelijk schuldig aan. Of is er nog iemand dan schuldig? Ja, Samuel waarschijnlijk. Ah, Sam. Ouder ah, ja. deed dat ook heel veel. Ik doe het ook. Ja, nee, ja, dat ja was, Maar Wouter was andersom. Die deed af en toe Nederlands. Dat inderdaad. Ja, <laughs> maar inderdaad. was wel heel erg. Ja. Ja. Andreas Vogelaar, die zegt: uh, Mannen, lekkere cast weer hoor. Tjit, ik herken jouw verhaal van het gamen in combinatie met gezelligheid en de vrouw. Ik heb een uh, hele mancave even op zolder met al mijn consoles vanaf de NES tot aan de Switch en de PlayStation 5. Maar ik haal mijn console vaak wel naar beneden als zij zit te lezen en ik zit te gamen. Verder nog een tv-tip. Silo op Apple TV. Dat was voor mij het Fallout-gevoel totdat Fallout zelf met de serie kwam. Ga zo door. Dit is leuk man, want uh, uh, de, ook echt heel grappig, want mensen die zijn, als ik dit zeg van ja, ik ga dan, ik, liefst ben ik een beetje bij mijn vrouwtje, ja, ja, vrouwtje in de buurt, ja. uh, die zeggen van ja, nee, je moet een man cave hebben, maar deze heeft een man cave, ja. maar die komt dan met de hele, ik vind het wel uh, gezellig. Ik moet je zeggen dat ik ik doe het ook wel eens. Uh, inderdaad, ja. als mijn vriendin bijvoorbeeld aan het lezen is en, en dus de tv vrij is beneden. Ja. Dan uh, ren ik ook wel af en toe naar boven om even een <kwijnt> console te ja. pakken en dan zet ik hem beneden aan. Ja, Het is voor dus mij uh, de enige manier van gamen. Ik ben ook de enige guy in de wereld die nooit met een headset game. Gaat ook nooit doen. Oh, nee, ik ook niet. Een Surround, Surround set. Yes, ja, toch? Ja. Uh, ik vind het juist leuk om, om haar erbij te betrekken. En ook al zit zij niet in een game, snap ik. Zij vindt het heus wel leuk om te gaan kijken wat er in die cutscene gebeurt. Je bent toch een soort van engage ook al is zij aan het lezen of ja. zo. Ja, dat is wel voor mij wel weer een soort van de volgende, na nou, niet de volgende stap, maar ik doe het wel met een headset op, want anders dan zit zij ook van ja, ja gast. <laughs> oh, oké, okay, uh, ik, ik heb al zo'n bak licht maar hier zo op mijn bek. Maar vindt zij het helemaal niet leuk om mee te kijken, ook niet als het een verhalende game is. Nee, nee, ja, Meekijken is, is het op als je die doen of? <laughs> Meekijken is er een, niet echt een, <laughs> uh, niet echt een ding of zo. Nee. Nee? Nee. Maar ook niet gewoon huh. bij een low-key manager of zo. die cutscenes zijn best wel Nee, heel nee. Ja, ik probeer... Ja, ja nee. Daar ja, is ze, ja, ze gewoon van niet deze echt in geïnteresseerd. Nee? Sorry, laag sleutel. Nee. Ze van. vindt het... <laughs> 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 dus, ja, nee. Het, het is wel zo dat uh, samen bijvoorbeeld... Um, uh, Sackboy Adventure of zo, hm. weet je. Dat oh, spelen we dan wel. Nee. Of, uh, of, of Ori, uh, dat ze dat zelf doet. Maar dat ze meekijkt met mij, dat is nooit echt een nee? ding. Nee? Nee. Hm. En uh, daarom vindt, hoeft ze ook geen geluid daarvan te horen. Misschien dus maar... kan je het proberen met die code op wie je zit, zit te wachten. Met die game. Ja, daar moet het mee kunnen, toch? Dat, dat ja, lijkt ja. me een typische game die je samen met je vriendin op de bank kan doen. Ja, maar ik denk niet dat ze of dat... Dat dus in ieder geval kan meekijken, zeg maar. Nee. nee. Maar okay. ze, ze zitten, ik, ik, we zijn nu wel een beetje verplaatst naar uh, boven. Dat had ik vorige keer al gezegd. En dat is uh, wel wat beter, omdat de tv geeft natuurlijk best wel een bak licht. En als hm. je daar s'avonds uh, bent en zij... Uh, uh, wil even chillen, en dan komt er een keer zo, blab, blab, blab. Bla. Dan is het van, gast, echt serieus. En dan moet ik die, die OLED-lamp uh, weer lager ja, zetten. Dag. Die moet vol uit. <laughs> of zij eruit. What the fuck? <laughs> <laughs> Zet er niet je OLED zachter? Oh, ja, Ik heb het echt regelmatig gedaan. Ik zij kan je... toch een zonnebril opdoen? <laughs> <laughs> Wat een gek, nou, ik weet nog wel Er de... zijn grenzen, tjoh. De Final Fantasy 15 had het spelen was... Final Fantasy 15, mm -hmm. de, dan heb je... Over het algemeen, de, 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 de normale wereld is redelijk muted, zeg maar. En dan kom je in een, in een boss fight en dan is echt zo... Ja, ja dat wel. <laughs> nou, en dan zegt ze echt van, je, serieus, je krijg gewoon koppijn als ik hier op de bank zit. Van het licht nou, alleen. Ja. Ja. Ik vind dat ze een beetje overdrijft. Maar prima. Ik, kijk, mijn, mijn, mijn vrouw maakt wel een punt ervan als ik bijvoorbeeld Warzone zou spelen met geluid aan in de huiskamer. Oké. Okay. En daar kan ik ook wel bij komen. Ja. Je? Dan word je helemaal... Ja. Of Rocket League of zo. Ja. Je... Ja. Dat snap ik, maar... Ja. Als ik gewoon een verhaaltje doorspeel, dan, uh, dan gaat zij maar boven zitten. Ja, oké. Okay. Hmm. Uh, maar wel leuk dat jullie. Uh, trouwens, die tip van, uh, van Apple TV: um, ik, ik heb nog nooit Apple TV gehad en ik hoorde er af en toe wel eens dingen over. Hebben jullie dat? Nee. Ik heb het alleen voor Severance even gehad. Um, want dat is wel een hele goede serie. Je had een paar sci-fi series. Maar dan ben ik ook nooit heel erg goed gegaan. Dus was nee, we dit ook niet Ted Lasso? Zat oh ja, op, uh... dat, ja, dat zijn okay. de enige twee, wat mij betreft, musts van, die, uh, van, die, van dat kanaaltje. Musts? Ik weet niet. Gemoedens. Voor... Ja. Ja. Uh, uh, <tot> Gemoedens. Gemoedens, Jeez. <motherboard> uh, uh, nee. Oh nee, sjees. Dit was voor mij het Fallout-gevoel. Dat Fallout zelf met de serie. Ik ben dus nu begonnen met Fallout. Oh nice. Mm. En dat aflevering? is best wel tof. Uh, aflevering 3, denk ik. Oh ja, nu. Okay. Um, het, ik, ik vind het echt best wel zo'n toffe serie. Zit er zitten wel een aantal dingen bij waarvan ik denk: van oké, okay, die special effects zijn een beetje wonky af en toe. Mm. Mm. Maar uh, het is wel echt. Het, 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 die vibe is wel gewoon perfect geneeld hoor. Oké. Okay. Uh, genageld. <laughs> het wow. wordt nu vervelend. Ja. Ja. We doen er nog twee keer. Ja, ja. Nog twee grappen. Maar ik, ik vind nog het ook een hele goede serie. Ja, heb je hem helemaal uitgekeken? Uh, ja, met de kanttekening dat ik altijd wel in slaap val ergens. En bij deze serie vond ik dat ook wel oké. Okay, als ik dan eventjes ja. een klein beetje verhaal miste of zo. Want het ging wel voornamelijk mm. om de vibe, om de liefde naar de games. Uh, ja. En het Atterra vind ik ook. Vind, ja, het is een stevige serie, man. En ik vind het vooral knap dat je met aflevering 1 en 2 een toon zet die je kan vasthouden het hele seizoen. Vaak uh, word ik een beetje teleurgesteld of zo als ik ergens hype voor word, maar Fallout delivered wel. Um, delivered. Levert? Levert wel. Ja. Dat is ja. ook helemaal niet moeilijk eigenlijk. Nee. 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 <laughs> een levering. Ja. Ja. Oké, okay, uh, jij niet, niet nee. gezien natuurlijk. Nee, maar, okay. Heb um. jij een serie gezien? Uh, gewoon eentje. Ja, je wel, maar game series bedoel je. De ah. laatste was heb ik gezien. Oh, nou, kijk, uh, vond je dat dan vet. Ja, dat vond ik heel vet. Maar als ik heel eerlijk ben, speel gewoon de game. <laughs> ja, nee, zeker waar. Maar, nog verder. Maar je, dan heb je de game al een keer gespeeld. Ja. En dan is het tof om hem op een ander medium langs te zien komen. Ja. En dan kijken hoe ze dat aanpakken. Het ja. duurt ook niet lang meer, hè? Voor, uh, <coughs> nee, 2025 begint toch? Mm -hmm. uh, Wat denken jullie? Gaat uh, Joel uh, in de eerste aflevering uh, golven? Uh, <laughs> golven. Ja. Of gaan, ja. Ze, gaan ze ermee wachten? Ja. Nee, ik denk niet de eerste aflevering. Ik denk het ook niet. Ik okay. denk het ook, ook niet meteen, nee. Maar niet heel veel langer daarna. Zeg maar. <laughs> het, kan niet lang het, kan, het kan ook niet halverwege passen of Moet zo. Je dus. dat je gewoon een mainstream guy bent die denkt: hé, hey, vette, vette serie met Pedro Pascal. De aflevering 2 <laughs> ligt niet dubbel. Pedro Pascal zijn er dan? Nou, kom op. Rustig aan. Pedro Pascal. Petro. Petro. met zo'n klein meisje. <laughs> <Petro. laughs> Oké, okay, en eh, vraag. Dus Florian. Mastermovies. Hé, <laughs> <laughs> <Hey>, meisje. <laughs> <laughs> uh, vraag oh, ja, je even voor <laughs> Vraag voor Florian. Als je maar met één oog kan zien, blind aan één oog, heb je dan wel iets aan een VR-bril? Ah. Of heb je juist voor VR twee werkende ogen nodig? Hm. In de Efteling met de Droomvlucht, VR, zie ik alleen maar wazig. Hm. Ja. Ja, je hebt, er, ja, je hebt toch wel twee... Uh, Oké, okay, het, het zijn twee verschillende dingen. Um, VR is natuurlijk meer dan alleen maar 3D, zeg maar. Ja. Um, en het 3D-effect kan je alleen maar hebben als je twee werkende ogen hebt. Ja. En dat komt omdat elk oog krijgt een iets ander beeld. Ja. Um, en daardoor percept jouw brein dat het diepte heeft. Perceptie? Ja, ja ik wilde perception ja, zeggen ja, inderdaad. Een maar. Ja, hoor. sorry. Ja. Ik zit er nu ook mee in mijn hoofd. <laughs> um, maar goed, dus... dus Sorry, wat was ik aan het zeggen? Ja, Zo, daardoor, al, ja. oh ja, inderdaad, percept jouw uh, brein, pre precies, ja. percept jouw brein, uh, <laughs> 3D. Um, dus inderdaad, als jij maar één werkend oog hebt, dan zie je maar één kant. Ja. Um, en in een VR bril is dat niet per se wazig, maar als je een nee. 3D film kijkt, dan heb je dus maar één oog die bijvoorbeeld wordt afgesloten of maar één oog die dat polarized glas heeft, zeg maar voor 3D. Ja, gepolariseerd. Gepolariseerd. Ik ben echt klaar ermee. Ja, ja, maar, ja, okay, ja maar ik wil het nu niet meer. Zeker. Um, en dan zie je inderdaad wazig. Want dan zie je eigenlijk maar de helft van het beeld. Um, en dus er is wel een verschil tussen VR en alleen maar 3D. Ja. En dus de rest van VR werkt ook gewoon. Als je maar één oog hebt. Dus je kan nog steeds om je heen kijken right. bijvoorbeeld. Dat, ja. dat werkt allemaal. Ja. Maar die diepte, ja, daar heb je echt twee net ja. andere... Oké, okay, maar hij heeft toch maar één oog. Dus die diepte heeft hij in het echte leven ook niet. Nee. en dat heb je dus ook niet in VR inderdaad. Nee. Maar het, het, het zou niet wazig moeten zijn. Want als ik met één oog kijk in mijn VR-headset, nee, nee, dan is het niet, wordt het niet ineens wazig zo. Maar okay. met een 3D-bril kan dat wel. Ja. Ja. Dus okay. dat zou je moeten proberen? Je uh, zou het dus kunnen spelen. Alleen je hebt gewoon een, ja, een minder ervaring. Maar dat is ja. net als in het echte leven. Uh, true, ja, Rip. inderdaad, precies. Uh, uh, Girsdu... Die zegt uh, die roze olifant moest je fotograferen in DuckTales The Quest for Gold uit 1990. Zo, o, ik dacht even: waar gaat dit naartoe, echt? Dit dat ging over, ja. over DuckTales. En uh, Samuel en ik hadden het al beide over dezelfde game, dachten wij. Maar uiteindelijk hadden we het over twee verschillende games. Je had het over de Game Boy game met Dagel bij Dirk, dat je op zijn stokje hoort. Hij had het Toch daarover. Een, en oh, ik had oost, het ja, over oh, DuckTales Duck The Quest for Gold. Ah. Uh, uh, Girstsu die zegt uh, ook kon je vliegen als Turbo McQuack inderdaad was dat was fucking fantastisch andere platformen in de vorm van bergbeklimmen en de uh, jungle door als de neefjes en met oom Dagobert door een doolhof van een grottenstelsel. Mm. dit alles om ervoor te zorgen dat je rijker was dan Govert G Goudglans tof spel met mooie herinneringen het was inderdaad echt een heel tof spel ik denk dat als je het nu weer zou spelen dan zou het echt waardeloos zijn ja. maar uh, de quest voor, voor gold ander, dus andere is nog steeds goed. Ja. Ja, zeker. Met uh, de Moon soundtrack zit erop. <middels> ik doe hem heel goed. Na. Ja. Die shit is fucking bankers man. Holy zit, shit. Maar cool. zitten daar ook uh, auto's, lasers en vliegmachine uh, uh, geen vliegmachines? Geen oh. vliegmachines. Die heb je alleen in Turkestad. Nee? De... Ik Dacht dat we gingen zingen. <laughs> Bliksem. Nee, ik is, doe wat? even niet mee. Nee. Sorry. <laughs> shit. Ja, ik weet niet of er lasers in The Quest for Gold zitten, maar wel uh, vliegmachines en bliksems. Bliksems. Ja, de, je kan dan worden geraakt door een bliksem in het ah, okay. de, de vliegtuig. Mooi, nou. Oké. Dree of Roy, Roy? Sorry. Zo, dat, Hoe kan ik dit nou verneuken? Dree of Roy? Dree of Roy? Droid. <laughs> Dr. Uh, Games NL zegt hij. Uh, mijn allereerste reactie op de paalpraat ooit. Hey. Terwijl ik al jaren met plezier luister. Nou, hey. dankjewel dat je luistert, uh, Roy. Het fanatisme druipt er weer vanaf. Heerlijk om naar te luisteren als ik een stukje opbouwende kritiek mag geven. Soms gaat het wel heel snel, allemaal. Adem af en toe een keertje, Florian en uh, Samuel. Dat is ook prettig <laughs> voor de luisteraar. Ik wil specifiek reageren op het verhaal over Roller Coaster of Planet Coaster. Sorry. Hm? Ik heb deel 1 veel gespeeld, vooral in uh, 2023 op de PlayStation 5. Ik heb naast de scenario's eindelijk één mooi en compleet sandboxpark kunnen bouwen. Wist je, Tjeerd, dat je daarin ook de mogelijkheid hebt om mooie pleinen te maken en dat de pathfinding daarin prima werkt? Nee, dat wist ik niet. Ik heb de vanilla versie van Planet Coaster 1 gespeeld en volgens mij kon dat daarin niet. Maar goed, mijn geheugen laat me wel vaker in de steek. Mm. Uh, merk dat als ik naar Cheers en fanatisme over de game luister, ik direct graag met hem in gesprek zou gaan, ervaringen delen. Nou, dit is een soort van... Soort van gesprek, nou, nou dan even nummers uitwezen. eenzijdig, ja. ik heb uh, Planet Coaster 2 nu pas een paar uurtjes gespeeld, maar het heeft me nog niet te pakken. Het voelt nog af en het laden, het voelt nog niet af, denk ik. En het ladensysteem lijk ik nog niet helemaal te begrijpen. Ik heb er nog wel voor gekozen de sandbox te mijden en juist de scenario's te gaan spelen. Wellicht niet handig, al leer je daar ook wel veel. Veel wat in Planet Coaster 1 zat, mist in deel 2. Zelfs van die standaard thema's zoals Piraten. Ja, ik vind dat ook heel erg jammer. Het voelt alsof de game voor mij niet genoeg van hetzelfde is. Mm, mm -hmm. Oké. Okay. Klein tipje: ParktEkt is niet te lang geleden uitgekomen op Console en is een fantastische reïncarnatie van uh, Planet Coaster. Van Rollercoaster Tycoon zeer de moeite waard. Ga ze door, heren. Tot de volgende! Ja, Parkitect heb ik vroeger ook gespeeld, of vroeger een paar jaar geleden. En die heeft ook een hele leuke co-op feature Wat Planet Coaster 2 ook zou moeten hebben, maar dat is niet helemaal goed uit de verf gekomen. Want die, eigenlijk het enige A wat je kan doen: een feature. Hoe ja, dan? Planet Coaster 2 heeft een koop-feature dat wij samen een park maken. Maar het komt erop neer dat ik begin, mm -hmm. ik maak een uh, week veel een, een plein. En dan zeg ik: Oké, okay, klaar. En dan kan jij hem opstarten. En dus dan je kan, kan je verder gaan. Gelijk, uh, je kan niet tegelijk. Mm, maar dat kan in Parket mm, wel. Tot vier mensen. Mm, dus dat je met vier mensen gewoon samen tegelijk, aan, de aan het gelijk kan Ja, dat is wel echt heel cool. cool. Je kan ook uh, natuurlijk de Classic Planet uh, Rollercoaster Tycoon. komt namelijk naar de Switch. De Classic One. Oh, oh dus okay. nou volgende week of zo. Dus uh, het zal niet meer dan een tientje kosten, hoop ik. Wel leuk. Mm, yeah, al dat dat al twijfel ik wel mag. een beetje of dit echt de game is voor een Switch. Nou ja, goed hij zou, voor je tv, ik zou, zou sure, lopen, maar. Denk maar ik het is zo klein bedoel ik. Ja, oké. Okay, het is me wel meer. klein, ja. ja. Er komt trouwens ja. een uh, december update voor Planet Coaster 2 uit. In, uh, in uh, december, uh, okay. en maar daar, daar gaan al heel veel dingen wel aangepakt worden. Want je hebt nu bijvoorbeeld ook dat mensen graag in de glijbaan willen, maar dan halverwege, of vlak voor het trappetje, dan bedenken ze zich, dan gaan ze in één keer weg. Dat is gewoon realistisch hoor. <laughs> ja, dat heb ik zo vaak. Hoezo? Maar. Dan zien ze de afwerking en dan denken ze ja. nou. Uh, nou, ik het ook ik, 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 Mijn zwembaden waren midden in Hartje Utrecht. Dan uh, was niet als je Duits af en toe wel eens zoiets van. Nou, ik ga wel niet van deze. Uh, oh ja, nee, maar dat kan de... omdat ze allemaal opstoppingen en shit. Ja, dat of vond ik altijd zo. Mesjes echt tussen fucking... de dingen en zo. Wat? Ja, het is Jeez. allemaal gebeurd. Ja. Mesjes tussen de wat? Ja, dat, is een, uh, dat is een soort van spook-slash-horrorverhaal. Dat dat in een zwembad in Utrecht uh, werd, was gebeurd. En dat. Speelde dat in, is, mijn oh, in uh, de glijbaan ja. een scherm. Jezus Christus! Nou ja, die ontmoet je dan ja. <laughs> Vrij snel, denk ik, als je daarover gaat. Fucking hell. Heel heftig. Dus, uh, dat is echt wel heel oh, heftig, man. Allemaal shivers ja. van. Ik vond het altijd best wel indrukwekkend als je dan als klein kindje dan de glijbaan af. En dan hadden we al van die opgeschoten jongeren. Die gingen dan een opstopping doen. En dan. Mm -hmm. hadden, ja, ik vond het best wel kut. Uh, oh, dat deed ik ook. <laughs> ja, ik ook. Ja. En met de blote was, billetjes. was hartstikke... Uh, precies. Dan ja, blote ja, zeker. wel. Maar dan zit je in een blote bil, kom je... Ja, ja zeker. Ja, ja, <laughs> ja, ay, 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 ja ay. man. Dat was echt een spookverhaal op onze middelbare. Ja. Nooit gehoord, gelukkig. Terwijl jij ook uit Utrecht komt. Ja. Dus ik denk dat je het zwembad in kwestie wel zou kennen. Ik wil het niet weten. Nee, ik ga het ook maar niet zeggen. Goed. Hmm. Uh, Jan, die zegt... Uh, beste heren van de Lightside. Graag wil ik het volgende probleem aan jullie voorleggen. Oké, okay, dit, uh, dit is een lang verhaal. Laat ik oh, er ja. even snel doorheen komen. Uh, afgelopen jaar is uh, Baldur's Gate 3 uitgekomen. Ontzettend genoten van de game. Past helemaal in mijn straatje. Um, dat was niet het enige betoverende... wat zich dit, uh, dit, uh, dit najaar heeft afgespeeld. Mijn vrouw raakte namelijk ook geïnteresseerd... Geïnthousiasmeerd. Ja, Geïnthousiasmeerd. Ja. Van de beelden. En ik heb met haar met relatief weinig moeite gemotiveerd. Om een eigen playthrough te starten. En je moet je voorstellen. Mijn vrouw had op zich wel van een game, Maar meestal blijft het bij de Sims. En zij was dus begonnen met Baldur's Gate 3. En dat is uh, ja, natuurlijk een fantastische stap. Ten opzichte van wow, de Sims. Ja. <laughs> en ze was compleet hoekt. Uh, oh. Hij kreeg zelfs. Zelf geen speeltijd ja, meer. Ik zat te wachten, uh, ja. En enkele weken walste ze over de 100 uur heen alsof het niks was. En menig nacht merkte mijn half open ogen dat zij s'nachts rond een uurtje of drie Met toch ook beer, maar eens uh, keer naar bed ging. Na het dwaal in de wonderwereld. van. Uh, Nog de wereld is joh, echt. Wow. Yeah. Wat gebeurde? En er? toen gebeurde oh. het. oh. Net voordat zij haar party bijeen had geroepen om de aller aller. Allerlaatste fase aan te breken en het gevecht met de Elder Brain aan te gaan. Oh, Sorry nee. voor de spoiler. Stopte niet. ze ermee? Uh, really? Huh? Na nou, dat hele verhaal stop je ermee? Ja. Ik heb gewoon even zin in wat anders. Nieuw gezinnetje begonnen in de Sims, zei ze. Na ja, dus nou, 150 ook. uur playtime, um, nou nee, goed, uh, waarom zou je naar zo'n E-post besluiten om niet de Final Fight aan te gaan? Dit is een marteling van ongekende proporties. Daarom, heren van de Powerpraat, wil ik jullie vragen om beroep te doen op Sanity. Noem het een ouderwetse, maar ook zo effectieve interventie. Willen jullie haar alsjeblieft oproepen om deze final boss fight aan te gaan? Ik ben ten einde raad. <laughs> en de onvoltooide playthrough heeft zich in de afgelopen acht maanden ontwikkeld tot een soort onuitgeroeid gezwel. Jezus. Die afgemaakt wil worden. Ja, Heren, ga vooral verder met deze klassica's. Het is altijd uh, heerlijk. Luisterplezier. Groet Jan. Dankjewel, Jan, voor de hele leuke comment. Geweldige comment. Ik, ga, ik ga landsbreken voor zijn vriendin ook. Ik vind het helemaal niet zo gek, man. Weet je hoeveel series ik gewoon bij het laatste seizoen scot? Dat doe ik heel vaak. En, en ook bij games sta ik wel eens gewoon voor een laatste eind. Echt, maar waarom dan? Omdat je waarom nog niet stop je klaar dan bent op het einde, zeg maar? Dat het eindigt. Je wil nog niet dat je obsessie voorbij is. En oh, dat is. is Oké, okay, inderdaad, dat is wat anders. Maar ja, dat is, ja, misschien de, is dat het wel. Maar dat is niet echt de vibe die je krijgt nee, uit het verhaal. Nee, zeker. Zeg maar. maar dit is zijn verhaal. Wat als zij ermee had geschreven was, misschien een heel Oké, okay, ik wil ook graag een comment van haar. Ja, hoe, dat, zij ja. er, hoe zij erin tot zit. Tot die tijd doe ik geen Oké. Okay. Het kan maar, gewoon een ding zijn. Man. Maar voorlopig staan we achter jou, Jan. Nou, ik dus niet. Ja, jawel. Ik sta Paul tegenover Jan. Nee. Nee, nee, nee. Jan heeft onze sympathie, ja. Cody. Nou, ja, Jan heeft onze sympathie, Cody. <laughs> Verdoe maar. niet uh, te ademen. <laughs> Oké, okay, vrouw van Jan. Ja. <laughs> Jij moet wel begrijpen dat uh, zo'n 150 uur playtime en met een onafgemaakte final fight, dat is uh, heel pijnlijk voor Jan. Um, Niet alleen voor Jan, maar ook voor ons. Ja, ik verzoek je dus ook. Jan en alle mannen is dat pijnlijk. Hé. Hey. Ja, lekker bezig. Ja, ja zeker. Ga ja, verder maar. met je. Ja, hoor. Ik verzoek je dus ook om dit te heroverwegen. En alsnog die Elder aan te gaan vallen. Al is het alleen maar voor je man. <laughs> He? Het moet toch. Ja. <laughs> ja. Uh, misschien kun je het samen doen. Dat je er samen een uitje van maakt. Een dingetje. <laughs> een uitje, <laughs> <Een> uitje <laughs> op Elder <elderbrain> <laughs> <laughs> um, we, we dus Dat weet ik eigenlijk. Weet, hebben jullie uitgespeeld? Ik heb hem niet uitgespeeld. Nee, ik, ik ben oh, ook nee, Ik ben ook ergens bij het laatste gevecht. Ja. Nee, <laughs> ja, Ik ook. Ja, Samen met mijn vrouw. Dus ik ben nee, nee, nee. Ik ben, ik, ben, ik, okay. ben niet, uh, ik ben eerder gestopt, maar ik, 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 ik ga hem nog zeker afmaken. Ja. Maar ja, is dat de... ik goed nieuws? Want over niet al te lang begin volgend jaar komt en cosplay. Dus als je, uh, als je een gezin bent, een huishouden bent met een Xbox en PlayStation, kan je eigenlijk samenspelen. Want wit okay. screen is niet de ervaring. Oh. Ah. Er komen uh, okay. nieuwe subclasses aan. Ook volgens mij 13 uit mijn hoofd. Er komt de fotomodus dus uh, ik zou zeggen wacht nog even met verder spelen tot die update er is want het belooft wel veel goeds oké okay. nou ja, ik speel ja, op de punt. PlayStation maar ik ben wel zeker benieuwd hoe het verder gaat hoor ik maar op een gegeven moment nee, waren er wat andere lang, dingen en het lang, uh, ja maar nee, ja, komt nog wel komt nog wel ja. absoluut oké okay, als, als de vrouw van Jan nog even in de comments uh, zich wil melden ja. alsjeblieft. Wel ja. oké okay, hebben Bij wij onder nog... de username vrouw van Jan toch ja, ja absoluut ik wel. Dan weet ja, je, uh, ja 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 Jan die heet eigenlijk ja uh, Bluro Jablurof. Hoezo noem je hem Jan dan? Ja, ja hij wel. eindigt met groeten Jan. Dan heet hij toch gewoon Jan, of niet? Ja, maar hij heet Ed Jabluro. Nee, dat is, dat is, dat is zijn tagnaam, zijn, zijn bijnaam, zijn gamertag, is weet ik veel. Ja. Hij heet Jan. En dat die nog Ed. Ed? Huh? <laughs> Hebben wij nog dingen gespeeld, hier? <laughs> Hebben wij nog uh, leuke dingen te vertellen over, uh, over games? Ja, ik ga beginnen. Ik heb wel leuke dingen te vertellen, namelijk. Ja? Ik, um, ik ben niet de grootste JRPG-man, die zit naast me. Ik, mm. ik hou er wel van en ik heb er zeker wel een paar doorgespeeld. Zeker de SNES-periode gaat me altijd wel aan het hart. gaat het niet zeur op met de voren? Nee, helemaal niet. Oh. Ik heb met de niet gespeeld. Oh. Dus, uh, <laughs> okay. dus dat is het niet. Nee, maar ik, wat ik het mooiste heb gevonden altijd aan, aan JRPGs... is dat ik niet wist dat ik een JRPG aan het spelen was. Dat waren de games die, echt, die ik echt fantastisch vond. Uh, dus dan heb ik het over Lufia bijvoorbeeld. Lufia 2 heb ik echt kapot mm. gespeeld. Zonder dat ik per se wist dat het een JRPG was. Er was een Zelda-like in mijn hoofd. Dus Sobeer, Terranigma, dat is iets meer actie, maar... Daar is eigenlijk mijn interesse een beetje gestagneerd altijd in JRPGs. En, en er is één franchise, en dat is niet Final Fantasy, de, die hebben dat voor elkaar gekregen met Remake, door het in een actiejasje te hijsen, uh, oh ja. dan mm -hmm. krijg je hem ook alweer aan boord. Ja. Maar er is één franchise die me altijd aan het hart is gegaan, waar ik gewoon niks van af weet, maar altijd willen spelen. Uh, eentje waar Toriyama deels uh, verantwoordelijk voor is, namelijk Dragon Quest. Mm -hmm. En Dragon Quest 3 oh, Remake kwam yeah. uit. ja, juist. En uh, ik, heb, ik ben enorm veel aan het spelen, echt veel dingen door elkaar heen ook. Dan heb ik het over, ik ben halverwege Echoes of Wisdom nog, vind ik een leuke game, ga ik goed op, maar het duurt lang. Uh, ik, ja, ik maar dat zijn <laughs> al die games, die ja, duurden fucking lang. Dat, dat is zo inderdaad, Baldur's Skate ben ik bij de laatste eind. <laughs> ja, eindbaan. duurt fucking lang. Ja. <laughs> duurt fucking <laughs> ja. lang. Dus ik heb, ik heb een heleboel dingen die ik, die ik ter speel en, en op een gegeven moment zag ik een trailertje van die HD 2D remake van, van Dragon Quest 3. Jo, Wat cool. dus het begin is van, um, van het verhaal van, van, van Trankers 1, 2 en 3. 1 mm -hmm. speelt zich uh, na de prequel af. 3 was een prequel, daar zijn we dus nu. En die andere twee die komen <coughs> ook nog. En ik vond... Ik, ik vond dat steltje heeft altijd enorm veel allure. Uh, ook de pet travel vind ik bijvoorbeeld ook leuk. Triangle Strategy heb ik ook wel geprobeerd. Ben ik niet doorheen gekomen. Maar, maar dit greep hem zo enorm. En, en ik herken die designs van Toriyama direct erin of zo. Dat, of althans, dat wil je herkennen, denk mm -hmm. ik. Maar die haren die spreken voor zich natuurlijk. Ja. En toen... Um, <laughs> Toen heb ik die game dus uh, uh, gekregen en, en ik ben denk ik nu twee weken lang niks anders aan het doen. Ik speel niks anders meer. Het, really? is, het is echt. Het is oprecht therapie denk ik. Want Dragon Quest. Ja. Oh. Dragon Quest 3 remake. Mm -hmm. Het is. En um, die speel je dan op de Switch? Ik speel hem op de PlayStation Portal. Oh. As we speak. Huh? Oké. Okay. Um, ik had ik ik, ik was bij een, uh, bij een vriend thuis en ik weet dat hij er een heeft en ik ik ga zijn op pakken. Ik was bij Lucas thuis en ik zie die Portal daar liggen en ik. Ik, ja, ik had zoiets van, fuck, ik wil hem spelen. Ik weet dat jij hem niet gebruikt. Dus ik zat zo van, hey, Dragon Quest. Maar zo jammer dat ik niet die... Ja, dan zit je toch al je tv vast, weet je wel. En terwijl je zo met je ooghoeken naar dat ding kijkt. En dan denk je, nou ja, leen hem maar eventjes. Ja, <laughs> dat is altijd attent van je? <laughs> dus um, Nee, maar dat is, ik vind het fantastisch, man. Het, 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 het is zo lekker. En er het, het komt zo weinig bij kijken van mij, vanuit mijn brein. Vaak... Met een werkdag ben je toch wel, uh, nou, ik, ik kan met een gerust hart zeggen dat ik intellectueel altijd wel wordt uitgedaagd. Met werkdag doe veel prikkels, veel nadenken. Je uh, wil eigenlijk gewoon niet dom spelen. Ik inderdaad. wilde iets dom spelen. Ja. En, en Dragon Quest is in eerste instantie fucking moeilijk. What the fuck? Hoe goed zijn jullie in die games, man? Ik ben Pokémon gewend. Dat zou ik nooit meer hetzelfde zien. Ik uh, ben volgens mij het eerste uur meer with it out geweest dan in al mijn Pokémon playthroughs bij elkaar. Ja, zeker in die oude Dragon Quest games inderdaad. Het is onvergeeflijk ja. as fuck. Ja. Het um, is best moeilijk. Maar ik vind het heel interessant, want voor, voor de leken die luisteren, uh, waar, waar voor mij het grootste verschil in zit tussen Pokémon en een echte JPG zoals uh, deze remake van Dragon Quest III: um, wat ik heel interessant vind, is dat je dus niet per se al je personages hoeft aan te sturen. Er zijn tactics die je kan aanzetten. Mm -hmm. Dus je kan zeggen tegen je, tegen je healer: uh, let jij op healing, dat als ik low ben dat je me healt. kan zeggen tegen je, tegen of, je, wizard, of op, al je MP of spaar je of, MP, dat, dat watch dingen. my back. Ja. Dus ja. dat je vooral debuffs en buffs mm -hmm. van ze krijgt. En dan druk je eigenlijk op fight... en dan ga je bijna auto battlen. Mm -hmm. um, en, en daar zit zo'n interessante learning curve in. Ik dacht op het begin van Jezus, wat is deze game fucking grindy? Is die nog steeds wel, natuurlijk. Het mm -hmm. is behoorlijk grindy. Uh, maar ik, ik merk aan mezelf dat ik er beter in word. Dat ik progressboek. En dat ik ook niet meer. Ik had altijd zoiets van, waarom zou je een JPG spelen waar je geen Pokémon kan vangen? Wat, wat is de deal? <laughs> waarom, hè? waarom zou je alleen maar willen vechten? Ik snap, ik snap die beredenering wel redelijk, ja. En nu heb ik voor het eerst dat ook gewoon helemaal niet meer nodig. Ik vind het heel tof om op avontuur te gaan. Het, het gevoel van gevaar is zoveel hoger dan... De games, wat ik, wat ik ben gewend, gewoon een random encounter. Ik ben er soms bang voor. Mm -hmm. Dan zie ik een dorpje en dan yep. weet ik dat ik nog twee, twee party-members zijn nog in leven met zonder, zonder MP. Precies, je moet nog twintig stappen zetten. Je Ga je het redden of niet? En, ja. en je krijgt een encounter en dan weet je gewoon, dit was hem. Ja. <laughs> en dan kan je niet zoals bij Pokémon. Kan, kan, je je kan je on the fly 7. Of uh, kan je dat alleen op nee, bepaalde punten? Autosaves heb je wel. Ah, dus okay, na okay, een encounter precies. heb je een autosave. Nee, oké. Okay. Oh, na een encounter ja. heb je een auto. Oké. Okay. Ja, dus dat de klassieke maar, quest dat ik waarschijnlijk nooit kunnen uitspelen. Ik wou dat, net zeggen dat, 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 dat valt er wel mee dan ja. Dat valt er wel mee, maar het verschil ook daarmee met Pokémon is als je dood gaat kan je zeggen oké, okay, ik ga naar de Pokémon center, je verlies wat centjes en je gaat weer door met het progress dat je hebt geboekt. Ja. Je kan diezelfde uitdaging weer zoeken. Als je hier zegt restart from church, dan verlies je alles wat je hebt gedaan. Je betaalt en een stapel met geld. Mm. En je bent je progress kwijt, want je start gewoon bij Je de wordt wel gestraft, kernels, zeg maar een kerkers. soort van progressie. Ja. Progressie, ja. sorry. Ja. Um, dus dat, dat was een enorme learning curve, en ik denk dat ik 20, 25 uur erin zat, en toen dacht ik: Nou, dan zou ik nu wel richting het einde gaan. Ik zag op how lang? Toen die 30 uur, titelscherm, nou, 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 ja, <tiezo> tutorial dus, gehad. Dus na 25 uur, ik versla zo'n baas na nou, de hele dag proberen en grinden. En um, nou, inderdaad, ik krijg, ik krijg kutsie. Ik denk: hé, Nou, eindigszins wel jammer dat ik er al ben. Nee, je grond. En, dus, en ineens is het van: Hey, gefeliciteerd. Je hebt de prequel, of je hebt de prologue. Ja, <laughs> Dit is precies. je boot. Ga nog maar een keer de hele wereld langs. En ga naar acht plekken waar allemaal orbs zijn verstopt. Basically, was het nu zo van oké, okay, je begint nu aan Zelda, succes. Yep, yep. En, en ik, ja, ik, ik, ik was heel even neergeslagen dat ik dacht van oké, okay, ik ga het dus toch niet uitspelen, terwijl dat echt mijn doel is. En um, nou, ik, ik ben nu, ik leef al vijf dagen op die boot. Ik vind het echt fantastisch. <laughs> de, de, hoe, dat je dan seamless op het land kan lopen en ook door de bossen heen gaan. Het is de belichting van die game is Onwerkelijk zo geil. Dat is echt uh, als het overdags is, is het prachtig, want dan zie je die prachtige zon doorheen komen in de avond, pakken ze een lantaarntje erbij, je party. Mm. Dus maar het is toch gewoon een 2D, 3D-houding? Uh, uh, ja, ja. ja. Oh ja. Maar het is, het, is, het is wel heel ch charmant, hoor. Het is ja? heel ja. charmant. Ja. En het is heel rap. Het is heel snel. Omdat het ziet er heel tof moet... uit, hè? Ja, Hij is... staat ook zeker op mijn lijst. Ik ben er gewoon nog niet aan begonnen. Ja, okay. uh, ik wil hem ook zeker spelen. Ah, ik en zeker nu je dit allemaal hoor, Ja, dit zijn allemaal <coughs> dingen waar ik ook heel blij van word. Ja, jij gaat dit sowieso heel vet vinden. Dus ja. dat, uh, weet ik, om ik denk ja. niet dat je zo vaak doodgaat als ik. Uh, dat <laughs> weet ik niet. Misschien is het ook voor mij wel weer even omschakelen. Het is ook wel een tijdje geleden dat ik echt een oude JRPG okay. heb gespeeld, ja. zeg maar. Um, maar ja, ik heb, er ook, ik heb er ook onwijs veel zin in. Ja. Ja, wat ik ervan biedt, heb gezien... Het biedt ook wel uitkomst op veel vlakken, weet je. Want het is natuurlijk heel leuk om, om een gesprek aan te gaan. Er zit sowieso voice acting in. Dat is heel, vind ik heel raar voor mm. zo'n game. Dat is wel mm -hmm. leuk. Um, maar ja, soms dan druk je als een tekstballonnetje weg. En daar staat nou precies in wat je exact moet doen. Namelijk het noorden doorlopen, dat je tegen een rots aanloopt. En dan links van je. Oh, dat soort dingen, stappen, ja. Vind je. ja. En ik... Ja, soms zie ik dat niet. En soms vergeet ik dat. En dan word ik gefrustreerd omdat ik niet weet waar ik heen moet. En zeker als ik zeven encounters krijg. Uh, ja, wat dat betreft, meter. merk je ineens van: Oh ja, je bent een oude game ja. aan het spelen, inderdaad. Ja, je bent een oude game aan het spelen. Maar ja. ze hebben hier in deze remake hebben ze, uh, kan je gewoon aanzetten dat je markers krijgt. En die heb ik doorgaans uit. Ah, ik vind top. het heel leuk om tekst te mm -hmm. lezen waar ik heen moet. Mm -hmm. Maar als ik gewoon even een half uur niet weet wat ik doe, dan zet ik die aan, dan zie ik precies waar ik heen moet. Uh, niet, niet precies wat je moet doen. Dus je ziet alleen het vlakje op de map. En dan kom je daar en sta je voor een dichte deur. Heb je een key nodig. Nou, ik weet toevallig nog dat dat eiland waar ik net was, zeiden ze van: goh, je kan hier alleen naar binnen komen als je onzichtbaar bent. Anders, anders houden ze je tegen hoor. En dan ga ik naar het nieuwe stadje waar ik nu dus tegen een dichte deur aanloop. En dan zie ik dat de vendor een Invisibility Potion verkoopt. En dan is het voor mij 1 ah, en 1 is 2. Dan ga ik terug, kan ik door de deurtje heen, bam, orpje te pakken. Maar dat zijn dan wel weer dingen waar je soort van over naam moet denken. Of ja, maar zo? je kan dus ook aanzetten dat je het voorgekoud krijgt. Ah, en er okay. zijn wel momenten dat ik dat gewoon bijzonder fijn vind, dat ik ja. even weet wat ik moet mm -hmm. doen. Oké, okay, dat is best wel bijzonder eigenlijk, die ja. feature. Ja. Nou ja, goed, ik denk dat het iets van deze tijd kan zijn. En, en zeker bij dit soort uh, echt hele loyale remakes biedt het wat mij betreft uitkomst. Dus uh, ik heb eigenlijk gewoon twee weken lang gewacht dat ik hier mocht aansluiten om te oreren over die game. En toen hoorde ik vorige week ineens, hey, wist je dat Samuel nu komt? Ik zo, fuck. <laughs> <laughs> ik ja, maar heb zo iets te vertellen. <laughs> En, uh, en nee, ik zag hem dus hier ook net in het, uh, het magazientje staan. Ik was puur benieuwd. En ik zag dat Bastiaan me ook een 90 gaf. Dus ik ben, uh, ik ben zeker niet de enige daarin. En mm -hmm. Jurjen volgens mij 95, 94. Even hoge cijfers, ja. Dus, ja. Um, wow. dus ook de mensen die zeg maar toen wel leefden, <laughs> Vind het vinden het ook nog steeds wel. ook tof. Dus, Precies, dus, um, 36 jaar wachten. Oh. Ik zou deze absoluut willen aanraden, de mensen thuis. Als je een spelletje zoekt voor nawerk met één hand, one-hand gaming, uh, is fantastisch. Dan is, dit, uh, dan is dit degene die je moet hebben als je een PS Portal hebt, trouwens. Um, die ik die oh ja. over de PS Portal trouwens nog heel even kort. Ja, die kun je en nu te... met cloud gaming, werken, je? Hè? Ja, ja. Dat werkt. Oh, werkt Oké. Okay. Okay. Ja. Um, er zit wat te veel vertraging in. Er zit net iets te veel vertraging in. Ja. En, en ook die studders zijn aangepast. Dat je ja. die discrepantie hebt. Dus uh, als je bijvoorbeeld een, 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 een Stellar Blade speelt erop, nou, dat, dat kan dan weer net niet. Nee. Dan mis je echt wel die timings. Ja. Maar dit soort spellen, ja, daar is het absoluut niet 250 nee. euro voor waard. Maar wel handig als dat je het speelt van een vriend. Ja. <laughs> dus ja. Dus dat is voor mij een uh, heel leuke ervaring. Maar hij is ook op Switch. En ik denk. Op je Switch OLED is dit nog een betere ervaring. Als ik eerlijk ben. Mm. Dus uh, ja. Oké. Okay. Ja, tof. Nice. Dat was mijn. Ik heb wat ik heb gespeeld. Oké. Okay. Ik was ja, uh, je helemaal verbaasd. Kijk, heeft hij nou zwaar iets te vertellen? <laughs> nee, ik dacht van. Uh, is dat het, ik, ik, ik was meer verbaasd. Vacht dat je het zit in in. <laughs> Enige was. Die gewoon een klauwtje. Gewoon die vak. Ik weet um, niet jij het ook leuk vindt. Je? Ja, ja, ik denk het wel. Alleen. Mm, laatste keer dat ik zo'n J.P.G. speelde... was 1994. Chained Echoes was dat, denk ik. Dat oh, was 1995. Oh, ja. wel. Dat is drie jaar geleden of zo. Ja. ja, dat uh, ik, ik vond ik heel erg tof. Alleen, ik was op, op een gegeven moment ook in één keer klaar mee. Zo. Ja, Ja. Dus ik. ik ga dat nooit uitspelen. En dan vind ik het een beetje zonde om dat... Uh... Hey, en uh, Like a Dragon? Heb je, maar, je gespeeld? Nee, maar dat is misschien wel een, een volgende interessante route om te nemen. Want ik hoor dit, dit, dat van heel veel ik mensen. Ik hoor dit zo vaak terug dat, dat ik bijna zoiets heb van: nou, misschien is dit wel wat voor mij. Infinite Wealth moet je gaan spelen. Dat maar. schijnt echt de toekomst van JRPG te zijn. Dat is echt zo <laughs> dit is mijn Game of the Year. Ja, ja. ja dat heb ik trouwens gezien in, in het blaadje. Ja, ja en, en Rebirth kwam dit jaar ook. Ja, dat en Metafor kwam ook. En ik zet ja, toch cool. Like a Dragon op één. Kijk, daar heb je. Het. Metafoor. 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 Metafoor! Ik wil nog heel veel vertellen dat ik dus 20 uur in die game zat. En ik vond het zo jammer dat ik. Ik kende ik. Ik had geen binding met mijn personages. Dus ik, ik zocht een, een playthrough op van iemand, want ik zat toch even vast ook ergens. Ik zie ineens, hij heeft Tifa in zijn party. Hij, hij, hij heeft uh, Celeste. Ik denk, wacht, 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 hoezo heeft hij een Tifa? Denk, hoe cool is dit? Ik wil dat ook. Hm? Ik, 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 waar, hoe kan ik Tifa vrij spelen? Die keer, ik, echt, ik, ik weet dat het echt een Tifa is. Maar ja. toen kwam ik er dus achter na twintig uur, dat je gewoon je eigen party members kan maken. Met eigen personality, ah. eigen vaardigheden, eigen ja, skills. In metafoor. Uh, nee, in Dragon Quest. Oh, okay, so. okay, yeah. En uh, Dus toen ben ik eigenlijk pretty much weer helemaal opnieuw begonnen. <laughs> Met een andere? Uh, ik heb alleen mijn hoofdpersonage Kuzan gehouden, die ik per ongeluk in all caps heb geschreven. Want dat is de classic fout die je maakt. Oké. Okay, okay. uh, sure. En toen heb ik, uh, ik Aerith toegevoegd aan mijn party. Kara, <laughs> uh, uh, dat is Kara uh, L van Supergirl, heb ik toegevoegd. Uh, uh, en dat, ja, dat maakt het nog leuker, man. Vet. Nou, ga, okay. ik ook, ga ik ook doen, een goede tip. Ik wil Tifa aan Airwit gewoon weer. Kom, ja, toch? Ja, zo, <laughs> ja, sorry, ja. Als het ja. geen fijne functie is, dan halen we het maar aan ons toe. Absoluut. Gewoon. Ja. ja Oké, okay. Heb jij nog dingen gespeeld? Ja, of uh, um, was je alleen maar bezig met uh, <laughs> Playstation kopen? Dat ook. Met DM'en, met uh, mensen. Maar dit is helemaal grappig, dus dan heb je zo'n hele vette proost aan. En dan ben je echt iets lulligs aan het spelen, jongen. <laughs> nou, 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 nou. Oké, okay, ehm. Um, ik denk dat dit ook best wel een kleine discussie waard is. Ik heb wel vol verbazing zitten kijken naar de nominees van de Game of the Year voor de Game Awards. Uh, ten eerste vind ik het gelul dat DLC mee kan doen als Game of the Year. Ja, ik heb daar dus niet zo'n sterke mening over. Nee, ben ik achtergekomen. Ik snap hoe, het in hoe, dit. Hoe kan DLC nou een Game of the Year zijn? Nou ja, als het. Uh, sommige DLC is gewoon langer dan een hele. Complete nieuwe game toch? Ja, dus ja, nee, ik heb er ook niet zo'n grote mening over. Het is ook, ik niet, vind het dat game of the year objectief. Is het is de game of the year volgens de show van Jeff Keely. Dus hij bepaalt de regels dat dat sowieso zeker, maar ik vind gewoon, ik vind als het je, ook wel een beetje van oké. Okay, wat is het vetste wat je dit jaar hebt gespeeld? En als er dan een hele coole DLC bij zit, ja, waarom zou je het niet meenemen? Ja, maar, maar hij wordt maar er aankondigen hè, door Eldering, dus <laughs> hij was iets voor goed... Maar, maar precies, dat zijn de redenen. Dat... inderdaad. Ja, ja, okay, uh, niet omdat het, omdat het logisch is of zo. Nee, denk, nee, denk ik. Nee, het is misschien niet logisch. En ik, ik ken genoeg mensen die er ook echt een sterke mening over hebben. Dus, uh, ja. dus je bent er niet de enige in. Ik vind het zelf Ik, ik, wel, ik, ik vind het raar. Als het, een, als het een, een hele uitgebreide remake is. Dus bijvoorbeeld uh, Final Fantasy VII. Ja. Ik, dat is echt zo'n remake. Ja, dat zou je een nieuwe game kunnen noemen. Mm -hmm. Dus als die Game of the Year wint. En wat prima. nou als Rebirth een DLC was van Remake? Uh, dan is het echt. Holy fuck, wat, maar een, wat een DLC? Volgens maar, mij een beetje het geval. Ja, het Shadow of the Earth, the Earth Tree was maar, maar zoiets, dan. Yeah. Kijk, wat ik wat ik met als het je eens ben, is uh, wat fundamenteel verkeerd is aan een Game of the Year toereiken aan een DLC. Is als je in de basisgame op een bepaalde hoogte moet zijn. En dat is het geval bij Shadow of the Earth Tree. Mm -hmm. Je moet onderin uh, in de map, moet je, je, je zit volgens mij wel 20, 30 uur in de basisgame. Neem even niet op mijn woord. Voordat je kan beginnen aan Shadow of the Earth Tree. Dat vind ik wel kwalijk. Ja, dus dus daar kan het, ik ja, aan Dan is het echt gewoon een, een addition, zeg maar. Ja. 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 ja, ik vind het een beetje gek. Maar goed, um, dat vind ik nog tot daar naartoe. Um, daar staat gewoon een titel in. Is die het... kans maakt op die Game of the Year. <laughs> Welke is het? En dan hebben we het over Balatro. Ja, volgens mij wil Martin met je vechten als hij dit hoort, hoor. Um, ik was extreem laat to the party. Uh, ik had zoiets van Balatro. Fuck off. Ik dacht uh, ook zoiets van, Balatro, what precies. the fuck is dit voor shit? <laughs> maar echt. Dus, toen... dus ik kijken van, wat is dit überhaupt? Ja. Ik dacht, uh, een kaartgame is niet interessant. Nee, dacht ik ook. Uh, toen kwam ik erachter dat, ja, het is wel een kaartgame, maar het is een soort van poker. Toen vond ik het al ietsje leuker. Ja. Toen dacht ik, van, oh, ja. oké, okay, nou, ik vind poker eigenlijk dit ook wel leuk. Jij hebt er gewoon een soort van alternatieve reality van mij meegemaakt. Ik, 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 ik denk het. Uh, juist, precies. Um, en dus uh, heb ik, uh, ik heb die game eens opgezet. Want ik dacht, let's see what the fuzz is about. Yeah. Um, en ik ben begonnen. En ik nogmaals, ik snap poker. Dus ik snapte het spelletje Balatro ook wel vrij mm -hmm. snel of zo. Ja, ja, ja. Maar ik had ook de hele tijd in mijn achterhoofd van... Maar hoezo is dit zo vet dan of zo? Mm. Uh, het klikte niet helemaal bij me. Ondanks dat ik het wel aan het spelen was of zo. Uh, tot op het punt dat ik echt dacht van... Ik, ik doe iets verkeerd of zo. Of ik, ik, ik snap het gewoon niet helemaal. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. En dus ben ik online gaan kijken. Uh, en toen ben ik gewoon eens op YouTube gaan kijken van gasten die op hoog niveau dit oh, spelen. Je je ik wat? Oh, je hebt gegoogeld en gezocht op tips. Nee, ik heb gekeken naar gameplay. Wat was dit voor een, uh, een c Ja, ik, ik weet waar dit naartoe gaat, maar hij pakt me hier niet op. Oh. Want het, het ik ben zo bang dat mijn mic echt. uitstaat trouwens. Hoezo? Ik Horen ik... jullie hoor... mij wel goed? Ja, ja. hoor. Oh, ja. Dan is mijn headset gewoon vol. Ja, eens. nee, niks aan Gelukkig. Uh, Misschien moet je hem wat harder zetten. <laughs> nee, ik ging gewoon kijken. Ah. <laughs> of het zeg maar aan, aan mij lag, uh, of ik het niet begreep of niet. Ik zocht niet per se tips of tricks. Ik dacht gewoon, is dit het? Ja. Of is er nog iets zeg ja. maar, wat er misschien bij komt? Ja. Waardoor het kwartje wel valt of zo. Ja. Dat was meer een beetje mijn ding. En toen inderdaad, toen ben ik gaan kijken naar andere spelers die het aan het spelen waren. En toen dacht ik, nee, het ligt aan mij, dit is het. Um, en dus dit moet je heel erg vet vinden of zo. En toch op de een of andere manier bleef ik er naar kijken. Um, en toen ben ik zelf weer een paar potjes gaan spelen. En toen had ik een heel grappig moment waarop ik dacht, nee, nee het doet het toch niet helemaal voor me of zo. En toen keek ik en dacht ik, holy fuck, ik zit er 30 uur in. <laughs> <laughs> en toen dacht ik, hmm, misschien pakt het me toch wel <laughs> of zo. En ik zit nog steeds op dat punt. En dat is heel raar. Aan de ene kant um, heeft het bepaalde triggers, die ook bijvoorbeeld Vampire Survivors en zo ja, ja, heeft. Ja, ja absoluut. Um, waardoor ik heel erg dat... Weet je, dat, dat belonende, zeg maar, dat zit daar ook heel erg in. En dat werkt heel verslavend. En waardoor je dus elke keer van, okay, nog één potje of nog één hand. Of, weet je, wel, ik, ga, ik ga nog even proberen. Ik meen me en ook te herinneren dat... Dat... dat deze ontwikkelaar hiervoor iets met, met slots deed. Nee, nee, dat is Vampire Vibers. Vampires Ja, ja, ja. Okay, Nou, zo hij gaat ja. dingen naar elkaar heen, ja, inderdaad. Ja. Uh, maar het heeft dus diezelfde trigger. Het, het heeft een beetje diezelfde soort van vibe of diezelfde ja, trigger, okay. inderdaad. Uh, en dus dacht ik ook van, ja, maar dat spreekt mij wel heel erg aan. Hmm. Goh. <laughs> Gok, ja, dat weet ja, ik niet. Well. Ja, hier, hier hadden we al een keertje eerder discussie over, met Sam ook. Maar goed, uh, maakt verder niet uit. Maar uh, uiteindelijk, ik, ik denk dat ik het begrijp, zeg maar. Ja. Ik, ik denk ja. dat ik weet waar de, waar de hype vandaan komt. Heb je hem al uitgespeeld? Ik heb een run nu uitgespeeld. Oké, okay, hoeveel uh, handen zijn het dan? 25? Holy nee, het zijn, het zijn 25 blindes, blind rondes. Dus het zijn er 75 dan. Ja, 25 blinden. Dus Je hebt een, een, een small blind, een big blind en, en de ja. baas, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Dus drie per ronde. Nee, nee, het zijn er 25 in totaal. Sorry. Niet 75. 25. In en zo'n handje duurt? Uh, dat kan uh, even drie seconden duren oh, okay. of uh, drie minuten. Uh, dat ligt er een beetje aan. Er zit natuurlijk een beetje RNG in. Um, ja. uh, soms heb je mazzel met de kaarten die je krijgt. Soms moet je wat meer ja. refreshen om de kaarten te krijgen die je wil. Hm. Um, maar het, het, het leukste daarvan is. Um, en, en dat begrijp ik wel. Is dat. Het is in feite een, een poker game. Ja. Alleen ze werken dus met jokers. En jokers die hebben allemaal speciale, uh, hoe moet ik dat zeggen, speciale features om het maar zo te zeggen. Ja, dus powers. Ge ge ja. Ge ja, ja. Dus inderdaad. Van de modifiers. Modifiers inderdaad, dus ze geven extra punten op combos die jij maakt bijvoorbeeld. Um, en daar heb je heel veel vrijheid in. Er zijn 150 verschillende jokers en dus zijn er heel veel uh, ja soort van beelds, eigenlijk. Dat uh, ja. je ook een vampire survivors hebt en weet ik veel wat. Uh, maar dan in een card game. Uh, ik vind het. Uh, origineel. Ik vind het lekker werken. Vind ik het de game of the year. toe even normaal met z'n allen. <laughs> Verdomme. Nee, maar echt naast al die andere nominees. It's in a different league. Het zou niet eens met elkaar moeten kunnen concurreren. Ik vind het zo raar. Is het een toffe game? Ja, man. Ik, ja, ik, het is ik, echt ik, een toffe game. Ik, ik, ik vermaak me niet. Ik, ben, Zeker ik ben wel met je eens dat ik. Ik zou hem ook niet. Uh, ik, ik zou hem ook niet als game of the year aan gaan merken. Nee. Maar uh, laten we eerlijk zijn. Als je It takes Two game of the uh, year kan geven. Dan kan je dat gewoon dit spelletje geven. Nee. Ik ben echt. Uh, dat vond ik een uh, blamage. Maar. It takes Two is, is. Op alle mogelijke manieren denk ik. Een leukere game of the year dan Balatro. Oké. Okay. Nou, kijk. Ja, ik ben het. Ja. ja, ben ik niet helemaal met je eens. Maar ik vind wel dat. Uh, Balatro het begin is echt exact wat ik ook had, dus ik hoorde mensen erover praten, dacht ik, ja ja ja, ja, <laughs> ja, ja het zal wel. Card game, ja. zal wel. Ja. Uh, totdat ik dus uh, even kijken vorig weekend waar, was ik in Madrid bij familie en, um, en toen was ik ik, ik ik zat op de play of zo en ik was een beetje aan het scrollen en toen zag ik het nieuwtje van hey Balatro die overstijgt. Hmm. Minecraft, Minecraft als ja. een mobile app, zeg maar. Dat, is dat was een van de insane. eerste. En toen erg. dacht ik: Oh, ja. oké, okay, ja, Blatro. Daar heb ik echt veel mensen over gehoord. Echt alleen maar positieve dingen. Ja. Ik dacht: van, Wacht eens even. Oh. Ik ga dit niet spelen op mijn PC of op mijn console. Op je mobiel. Dat, dat, ik dacht: Ik ga ze even kijken. Nou, mm het -hmm. kost een tientje. Toen dacht ik: Zou ik het doen? doen? Oké, okay, ik ga het doen. Mm -hmm. En ik ben wel echt van mening dat dit de perfecte mobile game is. Omdat er dus. Mm -hmm. Het is, het is namelijk niet een echte mobile game. Nee. Uh, er zitten geen uh, microtransactions in, of wat dan ook. Dit is echt perfect want als jij een keertje op de, op de Ivoren troon zit, <tossimus> je kan heel makkelijk even een potje doen, of een paar handjes. Er zit een heel tof systeem in dat je gewoon kan continueren als ja. je gewoon uh, echt snel even moet vegen, of wat dan ook. Ja. Uh, <tossimus> Ik je, je snel even moet vegen. Ja, of, wa welkom, of wat dan ook. Om de andere reden moet je ineens snel vegen. <laughs> nou ja, goed. Als, 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 er zeg, als wel, je er nog op zit Als ook. de deurbel gaat. of <laughs> zo. Ja. Ja, okay, okay. Ja, ja. Ja. Of als je potje begint natuurlijk. Ja. <laughs> ja, het is uh, Mijn, mijn vegen. <laughs> um, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik. Uh, ik, ik ben ook wel, Ik ben wel gepakt door de game. Meteen, maar ja. ik begrijp wel. Ik ben niet volledig. Gepakt. Precies. Het is niet zo dat ik alleen maar aan die game kan denken, ja. maar ik, als ik erin zit, dan heb ik wel het gevoel van: Oh, mm, mm, mm. Mm -hmm. ik ga eens even kijken hoe ik uh, dit kan doen. Want je hebt uh, verschillende. Je hebt natuurlijk de Jokers, maar die planetenkaarten zijn misschien ja. nog wel belangrijker. Ja, ook maar. inderdaad, ja, die Arcana. Daarmee kun je en, ja. bepaalde, uh, bepaalde combinaties kun je een, een level omhoog ja. zetten, zeg maar. Ja. En daardoor krijg je betere multipliers en ja. dat soort dingen. Dus ik vind het echt een bijzonder integrerende game. Ik vind het vooral heel knap gemaakt. O want optimalisatie hiervoor moet een bitch zijn geweest. Hmm. Met al die, die opties die je hebt, zeg maar. om dit te maken en om alles te laten werken met elkaar. Ja, lijkt, lijkt me echt bizar. Ja, ik had gisteren wel voor de eerste keer een bug. Oh, echt? Ja, dat je dan tegen de baas speelt. en die krijg je dan een, een soort van regel. Mm -hmm. Dus dan van: oké, okay, je hebt yeah. maar één hand die je kan spelen. Ja. En dan moet je meteen al die punten halen. Mm -hmm. Of harten uh, die zijn gedebufft. Ja. Uh, in dit geval was het de, alle face cards. Dus dan heb je de oh ja. boer, de vrouw, de, de heer. Die liggen andersom. Die liggen om over de kop. Nee. Alleen alles lag over de kop. Ik zag niks. Oh, maar dat, heb je, dat is ook een voorwaarde. Nee, ja, maar dat was het dus niet. Oh. All face cards are upside down. Oh, daarom klopt het niet inderdaad. Maar ik, kan, ik kon gewoon niks zien. Ook niet als ik ze Dan Kwamen ze allemaal oh, ondersteboven dat, dat, dat terug. Niet, dus nee. dat was een bug. Ja. Uh, toen dacht ik voor de eerste keer dat ik dacht van, oké, okay, dit is misschien niet zo extreem gelikt als ik dacht, want hmm. het was dit is het, het speelt het steekt zo goed in elkaar. Zeker. S ja, zeg, ik ben het is, het is ik ben bedacht volledig met je eens. Palatro is een hele leuke game, het, maar geen game of the year. nee, nee, nee. nee, nee denk ik ook niet. Nee, ik vind dat ik, ja, ik, ik waardeer wel altijd dat ze de dat dat in die games meegenomen kunnen worden, zoals uh, bijvoorbeeld Hades. Ik denk dat daar niks op af te doen is. Zeker, zeker. Uh, dus ik, ik, ik zie wel een trend dat je zo'n game meeneemt als als zijnde, zijn maar ik ja, ik kan er uiteindelijk niet genoeg nou ja, van. Er zijn gewoon heel veel journalisten die, uh, die dat dan uh, het beste vinden. Ja, wij stemmen ook ja. op de World. en ik heb ook uh, ja. bij ons uh, uh, gezien dat, ja, ja, uh, zeker. dat daar wel animo voor ja. is, op zijn minst. Nou, okay. ja, maar het is wel goed dat dat soort games ook gewoon op de radar blijven. Maar ik, zeker. ik, ik zou ja, nou, hem dus absoluut. Niet, ab, absoluut niet op de console willen gaan spelen. Nee, dat denk ik ook niet. Dat defeat een beetje de purpose. Ja, dat is echt een. Uh, ik denk dat het ja. ook wel lekker werkt inderdaad met touchscreen. Uh, want op console, ja, je moet echt perfect. letterlijk gewoon met je controle natuurlijk elke kaart ja. aanwijzen. En ik denk dat het inderdaad, als je het kan slepen, ja. is dat helemaal perfect. Ja, hij is echt een aanrader natuurlijk. hoor. Als je, als je dat op... Uh, ja, ik dan weet dan niet ga ik of even wat het... checken op, ja. ja, ja. op mijn telefoon. Heb je nog meer gespeeld? Ja, de, alle pro shit. Maar dat is niet per se iets nee. nieuws of nee, hadden Nee, had vorige keer ook al over. Ja, dat. ik ben gewoon lekker aan het nerden. Maar als je één <laughs> game mag aanwijzen, waarvan je denkt van, oeh, dit is op de PS5 Pro echt een andere ervaring. In koppertjes natuurlijk Rebirth. Ja. Uh, Zou je dan wel die Gold Award nu geven? Nee. Want het is nog steeds wat jou betreft, het is nog steeds een, niet goed een voor... Crappy engine. Ja, okay. um, dus nee, daar is niks aan veranderd. Um, maar het ziet er wel echt een stuk beter uit. Okay. Uh, die hele waas is weg gewoon nu. Dus de vaseline is van je scherm af. Dat is wel echt heel fijn. Um, een andere game die dat ook heel erg had, was uh, The Crew Motorfest. Oh, ja, okay. um, die liep in performance motors dus in 60 FPS, ook met zo'n laag vaseline eroverheen. Uh, dat ziet er nu ook echt heel scherp uit. Ja. Dus die speel ik met uh, heel veel plezier. Maar ik denk dat misschien wel een van de vetste upgrades moeilijk. Uh, weer benad, oh, uh. Nee, uh, steller blade. Oh, Stellerblade. blade. Oh, okay. Steller blade. Die ben ik ook aan het spelen. We uh, op pro is <kuggen> echt bizar. Het ziet er zo vet uit. En echt? daar is PSSR oh. echt mua, magnifiek. Uh, draait echt heel erg lekker. Um, ja, is top. Maar ook, uh, ik ben nu ook bijvoorbeeld weer de Gran Turismo aan het testen. Uh, die heeft uh, zijn upgrade gehad. Um, wat heel tof is, is dat hij ook PlayStation VR. Die heeft daar ook baat bij. Uh, dus een van de nadelen van Gran Turismo in VR was die reprojection-shit die ze gebruikten. En eigenlijk simpel gezegd is dat de game draait in 60 fps, maar dat doen ze in een 120 fps container. Zodat als jij rondkijkt, ja, okay. uh, je de smoothness hebt van 120 fps, maar de game update elke 60 fps, zeg maar. Ja. En het nadeel daarvan is, is dat je krijgt een, een waas achter Dingen, vooral dingen die snel bewegen en in Kantorisme, hé, hey, die auto's bewegen snel. Vrij hard, ja. uh, want je bent aan het racen. En dus als je naar die auto's kijkt, dan zit er altijd een soort van waas achter die auto's aan, omdat het gewoon niet zo snel refresht als je Weit. zou willen. Ja. Uh, en op de Pro nu doet hij dat wel. Um, ja. En als dat iets is waar je, je aan hebt geërgerd, en ik denk dat die hele Pro daarvoor is gemaakt, uh, als, je, als er gewoon grafische dingen zijn, dus ook in VR waarvan je denkt van, hm, dat is toch wel jammer of zo. Um, ja, daar kan de pro dus wel echt iets aan doen ook. Dus nu ook, ik zet de Gran op in VR. En ik zag meteen van... Oeh, oe, dat is wel sexy, man. <laughs> uh, dus uh, ja, dat is wel, uh, wel heel erg tof. En... Uh... Dus, dus ja, dat, dat zijn best wel uh, best wel wat toffe. Kom cool, man. Ja, leuk. Dat je dat, dat zo'n nieuw, dat nieuwe hardware je ineens weer impuls geeft om al die software die eigenlijk vaak niet eens meer gaat opstarten na het uitspelen. Weer... Ja, ik, ik heb zelfs wat, wat dingetjes bewaard ook gewoon. Omdat ja, ik ook best schrik. wel een beetje dacht van ja, dat gaat wel een update krijgen of, of dit hm. wat. Onderbewe ja, je gaat sowieso altijd je niet aan toekomen. Dat, dat ook. Zoals, zoals bijvoorbeeld Stellenblade voor mij. Ik, ik had op een gegeven moment echt een lijstje gemaakt. voordat die pro uitkwam. van oké, okay, dit zijn nog games die ik sowieso wel wilde spelen. Dan heb ik <laughs> er ook, ook nog achter gezet. of het nog een pro-patch had gehad. Ja, vind zeker nice. Uh, dus ja, ik ben ook gewoon een beetje oude games weer aan het doen. Uh, ik heb God of War, ik heb ik eventjes weer opgezet. De, de uh, eerste, de tweede, Ragnarok. Oh, die ja. heeft ook zo'n patch gehad. Waanzinnig, jongen. Wauw. Wauw. Zo ja. so vet. Dus ja, ik vermaak me prima. Okay. Maar het, het is inderdaad een beetje stom af en toe. Want af en toe zit ik nou met de kijken en dan kijk ik inderdaad van... Oh ja, vette Playstation. Hoezo staat Balatro op mijn tv? Ja. <laughs> Zet een pro-game op je ja, mafkees. Maar toch op de een of andere manier inderdaad. It's all about the gameplay. It's all about the gameplay. Heb je hem bijna platinum? Ballatro? Ja. Nee, dat doe even normaal. Nee. <laughs> Daar ga ik ook echt niet voor. Nee, een je bij deze. Nee, ben oh, je nu okay. tegen Tjeerd of jezelf aan het praten? Be <laughs> beide. Okay, check, ja. Check. Ja. Nee, ik had, uh, ja. Ik had, nee, ik, ik zag die trofielijst lijst en toen ik was halverwege die lijst en toen dacht ik, oké, okay, fuck you. Fuck you. <laughs> mijn hoofd zetten, uh, ja. En toen ik, keek ik de hele lijst en toen dacht ik helemaal echt, fuck you, nee, gaan we niet doen. Nee. Goede keuze Dom. denk ik. Ik heb uh, Flight Simulator gespeeld. Oh, de, de, de nieuwe. Ja. Mm -hmm. En um... Ja, wacht even, is het gewoon Flight Simulator 2025? 24. Ja. 24. Want er, oh. is, er is gewoon daadwerkelijk mm. één game die, die denkt van oké, okay, laten we gewoon het jaar nemen waarin we uitkomen. <laughs> laten we <laughs> dat nemen als onze titel. Ja, dat is wel uh, Niet FC25. Ja. Precies, uh, die dat doen ze uh, allemaal. Ja, de helft ja. van 2024. Ja, ja oké. Okay. Um, is het meer een game? Ja, het is meer een game. Mm. Ja, het is ook een uh, grappig genoeg een train wreck um, of een plane wreck. Ja, geval. De, Hoezo? Nou, de, de 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 launch is gewoon ja enorm uh, ja uh, slortig eigenlijk. Um, wat ze hebben gedaan is um, ze streamen heel veel data. Ah. En uh, op het moment dat uh, weet ik veel uh, er uh, duizend mensen tegelijkertijd die game spelen, dat is oké. Okay. Mm -hmm. Maar als er uh, tienduizenden of honderdduizenden mensen tegelijkertijd die game gaan spelen, dan krijg je dus daar problemen mee. En uh, ik heb die problemen meegemaakt. Sterker nog, de eerste keer dat ik het opstartte, denk van nou ja, je vliegt even over Amsterdam heen, weet je wel. Dat is uh, nee. een van de eerste dingen die, die je wel kan doen. Ik zag gewoon. De stad niet, omdat het, omdat het uh, gewoon in de die wolken dan. die worden, die worden zeg maar real-time gerenderd. Ja, ja, uh, alleen daar ging iets mis, waardoor het allemaal soort van bruine blokken waren. <laughs> en uh, waardoor het ja, ik, ik moest echt gewoon op 50 meter hoogte moest ik gaan vliegen, of, of 100 meter hoogte moest ik gaan vliegen om daadwerkelijk iets van de gebouwen te zien, oh. maar die werden dus ook niet echt goed ingerenderd. Um, uh, daarna werd het wel ietsje beter. Maar de laadtijden waren echt insane. Wacht hm. wa, wa, van... even, heel even stop. Werkt het niet hetzelfde als in het eerste deel? Um, daar had je namelijk de keuze om bepaalde tekstjes te streamen. Of ze ja. apart te downloaden. Nee, en dan ik, werd ik, je game ik, echt ik, nog veel niet, groter. Ik, ik weet niet precies wat het wat technische uh, verhaal erachter is. Maar kan je ze ook downloaden van tevoren? Nee, volgens mij niet. Dus dat je game drie keer zo groot wordt? Ja, volgens mij niet. Dat is, maar, wel, dat is wel gek ja. dat ze dat eruit hebben gehaald dan. Het, het, ik, ik heb echt meerdere issues gehad en ook dingen waarvan ik denk van... ...ja jongens, maar dit is zo onnodig. Weet je, 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 doet, een, uh, je doet een training, een vliegtraining... ...dus waarin je leert om te landen en dat soort dingen. En dan denk je van oké, okay, maar als je dat doet... ...zorg er dan voor dat dat gewoon al in je game zit, zeg maar. Dat je, iedereen ja. doet hetzelfde. Ja. Dus dan, dan hoef je niet allemaal rare dingen te doen met cloud streaming. Hmm. Maar ik moest echt om soms vijf minuten wachten op een laadscherm. <laughs> ja, cloud dus streaming oh, heeft wel echt man. een nieuwe betekenis. Nu. Ja, inderdaad. <laughs> dus dat soort dingen. <laughs> ja. En ik heb wel heel erg veel plezier gehad. Maar dat is ook gewoon omdat je. Je kunt gewoon letterlijk over, uh, over het eier uh, fietsen, wil ik zeggen, over het ei vliegen <laughs> en, en met de zonsondergang en dat je het centraal station daar ziet liggen. En dan ik, cool. ik dacht: van, Oké, okay, weet je wat ik ga doen? Ik ga via Damrak ga ik proberen om op de, op de dam te landen, weet je wel dat is een <laughs> klein zesnaadje, weet je wel. En dat was mijn doel, en dat is me dus één keer. Niet gelukt omdat ik ergens in uh, uh, Magna Plaza terecht uh, <laughs> kwam. Alleen uh, en, en dan kom je dus zo dichtbij die gebouwen. Het waren echt soort. Het zijn dus geen. De, de gebouwen die worden zo raar gerenderd. Ja, ik weet niet je dat. Je bedoelt. Het, weet je van die kartel dingen ja, zijn, zeg ja. maar. Het zijn meer maps dan dat het echt 3D textures zijn, zeg maar. Ja, maar ja. ook gewoon als je Stel Steven, je hebt gewoon een, een flat gebouw, dan zie je dus niet. Een blok en dat is niet met tekstjes ingeladen. Mm -hmm. Maar dan zie je dus een soort van rare... Net alsof je een kartonnen doos half in hebt gedrukt, zeg maar. Zo zien al die gebouwen eruit. Dus de eerste keer gebeurde dat. De tweede keer landde ik perfect. Alleen dat kwam omdat er verder geen gebouwen waren in, ingeladen. Dus ik, ik, ik landde op... <laughs> ik zag alleen Paleis het dam. Daar ging ik zo een beetje zo lang, zo... En ik zat op een soort van grasveld. En ik zei van, nou ja, uh, perfecte landing toch? En ineens werden al die gebouwen ingeladen. Zat ik ergens op een dakterras, zo ondersteboven met mijn vliegtuigje. Dat is wel weer grappig. Ja, wat ook wel weer grappig was. En, uh, en de derde keer toen landde ik met een soort van. Uh, salto, uh, wel op de dam, maar wel op de, op de kop. Oké. Okay. En. Um, ik moet eerlijk zeggen dat het idee. En. en en de grootsheid van die game, dat integreert me enorm. En zelfs met al deze dingen, denk ik van: oh, ik, ik heb weer zin om het, om het te gaan spelen. Ja? Ook om te kijken van hoe ze dit op gaan lossen hè, in, het, in de toekomst. Maar al die, echt die gamification van uh, Flight Simulator is ontzettend aantrekkelijk. Er zitten heel veel leuke dingen in waarvan ik denk van ah dit is dit is fantastisch. Gewoon cool. met je met je helikoptertje naar een boeriland en maar gewoon het hele idee dat je dat je de wereld ziet die je normaal in Ook het echt ziet. gewoon ja. Uh, uh, ja, je kan het gewoon zo gek niet bedenken en je kan er gewoon heen vliegen en ja. dat lijkt me gewoon heel erg Tof om dat gewoon tot in de treur te gaan dat doen. Dat gevoel van vrijheid is heel cool. Ja. Ja. Maar ja. als ik dan even advocaat van de duiven mag spelen. Waarom trappen we met z'n allen altijd op NBA, op FIFA, op al die games die jaarlijks uitkomen en nauwelijks iets toevoegen. Terwijl als ik het zo hoor, is dit product minder volledig dan hoe 23 afsloot of 22 afsloot. Waarom zou je nu niet Microsoft Flight Simulator 22 gaan spelen... die er wel goed bij ligt? En die heeft door het jaar, door de jaren hmm. allemaal updates gekregen... van Japan, van Nederland, Maar dat zit er toch ook allemaal in, of niet? Ja, dat ja, zit er ook allemaal in. Ja, kennelijk dus niet goed. Want nee, oké, okay, inderdaad. Nou, de techniek erachter is gewoon op dit moment ontoereikend. En dat komt gewoon... ze hebben, ze hebben het onderschat hoeveel mensen dit, Waarschijnlijk. dit leuk lijkt. Servers, En, ja. en servers, en, en daar moet nog flink aan gewerkt worden. Dus het bestaansrecht voor elk jaar een nieuwe Flight Simulator... is, is, is minder in twijfel te trekken dan die sportgames? Nee, maar er is niet elk jaar een uh, Flight Simulator. Okay. De laatste keer dat die uitkwam was uh, 2020, denk ik. En die heette dan ook Flight Simulator 20. Flight Simulator gewoon. Flight, Flight Simulator die ja. gewoon. Ja. Dus we zijn nu ineens begonnen met er een jaartal aan vastplakken. Ja, ja. Hadden, ja volgens mij was er ook een Flight Simulator X een keertje. Oh, dat weet ik niet eens. Dat is toch ook wel frappant eigenlijk. Dus het is misschien wel in de strategie dat ze hem nu met meer frequentie willen uitpoepen. Nou ja, wat ik wat ik dacht en daarom de vraag ook. ik dacht inderdaad van ze gaan hem nu gewoon soort van elk jaar uitbouwen. en daarom vroeg ik ook van maar dat zit ja, toch ook allemaal gewoon in, zeg maar. dus ja, het eerste ja, deel blijft volgens gewoon. volgens mij gaan ze nu inderdaad wel right. uh, daar ja. meer mee aan de slag. Het een ja. een en, als, en, als, en als basis blijven ze zeg maar die, die 2020. ja dan is het een live service game. dat snap ik volledig. ja, ja. daar, daar ja. Denk ik denk ik, dat, dat je een het ook zo een beetje moet beschouwen omdat Um, ik, ik denk dat zodra de techniek echt in orde is, dan heb je natuurlijk al die missies die je kunt doen en, en, en dat is heel erg tof om, om te doen. Maar dan kun je dus heel makkelijk nieuwe missies bij gaan ja, maken. Dan zeg maar. kan je echt ja. aan dat stukje gamevervanging ja. kan gaan ja. beginnen, want je hebt je basis. Ja. Uh, Oké, okay, nou goed, dan beantwoordt het enigszins. Ik hoop dat die snel wat meer in orde is dan, want dit is op PC denk ik. PC en Xbox Series. Op Xbox draait hij net zo beroerd. Ik heb op Series X nog niet gespeeld. Maar ik weet nog wel van de vorige Flight Simulator. Uh, die was waardeloos. Ja, echt waar, joh. Bij launch was het verschrikkelijk, ja. ja. Toen, ik heb toen een keertje tijdens de spits, de avondspits, ben ik over mijn huis gevlogen. En ik, ik, ik moest hem uitzetten, omdat ik zo misselijk was van de frame rate. <laughs> dat was echt niet normaal. Okay, oh, ja. Dat ja, is ja. echt niet goed. Nee. nee. Okay. Uh, maar goed, dit is toch... Voor nu zou ik het absoluut niet aanraden. Maar als je Game Pass hebt en je wilt, je wilt eens een keertje over je huis vliegen. Ik zou, ik, dat zou ik zeker wel aanraden. Is die, is die uit nu? Ja, hij is uit hij is, uh, okay. sinds vorige week, geloof ik. Uh, okay. En, en uh, ja, hij is volgens mij maar iets van 19 gigabyte, dus vanwege die, uh, die cloud-dingen. Uh, ja, ja, dat is wel een red flag, zou ik zeggen. Dan. Nou, in dit geval wel, ja. Maar omdat het niet goed werkt. Maar du 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 duikt de settings in of zo. Je moet het kunnen downloaden. Dat kan niet anders. Wat, wat nou mensen overal, zei dus ik. Dus ik, ik denk niet dat dit op een heel makkelijke manier is aan okay. te pakken. Ja. Ja. Okay. In ieder geval, ja. uh, dat heb ik gespeeld. En ik heb nog een andere simulator game gespeeld. Farming Simulator. Ik zag je gaan, ja. Daar was Dwayne echt positief over. Dwayne heeft het een 35 gegeven. 35? Maar dat is een beetje tegen de consensus in, hè? Omdat de consensus ongeveer een 7 Oh, het was liggen. 7, 7,5. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat. Uh, ik, ik, ik ben. Nou, ik, heb, ik heb familie die. Daar da, da zitten wat, da zit wat boerengezinnen tussen, zeg maar. Dus ik heb wel wat ervaring op de boerderie, zeg maar. Als, als kind uh, wel met mijn oom op de trekker gezeten en zo. Dus dat, mm -hmm. dat is wel geinig. Uh, maar ik heb er niet heel veel affiniteit mee. Dus ik was het uh, gisteren aan het spelen en. Um, uh, ik heb de vorige ook gespeeld. 2022 kwam de laatste uit. Uh, en toen was ik echt compleet lost. En nu heb je wel echt een tutorial. Okay. Je, je gaat je opa ga je opvolgen. En die gaat je dan een beetje de kneepjes van het vak leren. En je krijg, en dat is wel geinig. En je hebt een best wel grote wereld met heel veel. Um, een stukje land die je dan ook bij kunt kopen. Je kunt cool. uh, apparaten kun je, kun je leasen. Um, kan je en, ook naar het Binnenhof rijden met je tractor? Nee, dat niet. Nee. Nee? Oh. Je hebt vier verschillende, <laughs> vier verschillende maps. Die, uh, die je op kunt starten. Eentje in Azië, eentje in Polen en eentje in Amerika of zo. Of, of zijn er drie. Nou ja, fuck it. Heel veel trekkers natuurlijk. Um, ik vond het wel geinig, maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, na 15 minuten een, een, een stuk land maaien. Dat is heel suf, toch? Ja, op een gegeven moment dacht ik wel van oké, okay, ik begin nu wel echt af te haken. Mm -hmm. um, ik heb het ook wel eens geprobeerd, en dan, maar ik kwam ook op het punt dat ik echt dacht: van, wat, ben, wat ben ik nou aan het ja, doen? Ja, ja. Het, het is voor mij Het is, tussens, mij ik, het is een beetje bezigheidstherapie, soms heb ik het gevoel. Mm. En uh, toen kwam iemand in de chat die zei: Ja, je kan de GPS aanzetten op je trekker. Dus ik, ik was. Voor wat? Voor ja, wat? Ja, dus wat ik aan het doen was: ik was, ik was een, uh, een stuk land aan land? het maaien. Ja. Um, en ja, dan moet je dus recht rijden. En dan, oh, af en toe mis no. je dus een klein stukje in. Oh, nou, het ziet er niet uit. Maar okay, toen ja. zei hij, ja, dan, als je op, op een knopje drukt, dan, oh, dan, gaat, zo, hij dan gaat hij gewoon recht rijden. Ah. En toen dacht ik, ja, maar nu ben ik gewoon letterlijk alleen gas in aan het drukken. En aan het einde gewoon een rondje en dan weer op de. Ja. Mm. Ik, ik heb me wel even vermaakt, maar ik, ga, ik zou hier zeker geen geld van hier tellen. En ik, of wat ik dus van. Um, het hoor is dat hij het jammer vindt dat uh, als je bijvoorbeeld dieren op je boerderij hebt... dat je dus net... Uh, ja, er zitten heel weinig simulatie dingen in. Als bijvoorbeeld het insemineren van je koeien of wat dan ook. Dat Je okay. dat je kan gewoon nieuwe koeien kopen, zeg maar. Daar, daar houdt het een beetje mee op. Dus er zitten heel weinig van dat soort echte simulatie elementen in. Um, aan de andere kant moet ik ook weer zeggen dat het, ik vond het ook weer, weer tof om dan met die trekker... En, uh, om te kijken van oké, okay, ik ga uh, een contract aan. Ik ga de, dat stuk land dus maaien. Dat, dat gedeelte is wel geinig, want dan ga je dus die dingen leasen. En dan zie je dus, dan krijg je een trekker. Mm -hmm. En dan heb je dus een achtermaai-ding, en die ga je dus al achterin. Ga je die aankoppelen. Mm -hmm. En dan uh, is er nog een maai ding. Een kleintje. En dan denk ik van... Ja, maar waar moet dat dan? Dat moet dan op de voorkant, weet je. Dus dan okay. heb je dus een... En die moet je dan uitklappen. Dat soort dingen, dat vind ik wel weer grappig, weet je wel. En dan ga je naar dat stukje land rijden. En dan is er een schoolbus waar je half tegenaan zit, uh, natuurlijk. Oké. Okay. <laughs> Met um, hier een paar kinderen mee. Echt, de, ja, die maaien we even neer. En dan kruiden er allemaal kleine ja, botjes uit. Ja. Maar ja, <lacht> <lacht> uh, dat vind ik dan wel weer leuk. Ik snap wel dat op het moment dat je uh, boerderijen fantastisch vindt. en uh, ik, ik was dus aan het streamen en er waren een aantal mensen in de chat die er normaal nooit waren. die gaan er helemaal lijp op. Oké. Okay, ja. Dan snap ik het wel dat dit wel echt heel tof is. Maar ik zou dit niet uh, aanraden aan ja. mensen met een uh, normale smaak. Laat ik het zo zo zeggen. Ja, ik, ja. Ik, ik denk altijd dat dit soort games meer verbreding zijn... Met, voor mensen met een obsessie voor hun werk. Dat is een beetje hoe ik het zie. Ook die truckdriving simulator en zo. Hmm. Ja, ik, ik weet van mijn pa bijvoorbeeld. Die, uh, die werkt de hele dag op de kraan. En dan komt hij thuis en dan gaat hij filmpjes van de kraan kijken. Van andere mensen die op een kraan zitten. Ja, ik vind, ik vind serieus? het serieus. Ja, absoluut. Ik in, dacht in, het juist. In, dat in, het, dat het, zin het zin meer. weet die kijken naar iemand anders die aan het high is. En dan denk, heb je dat nou niet genoeg gedaan vandaag. <laughs> maar goed, wij doen het met game over. Ja, nee, ja weet je, ik ja. denk dat het meer van die mensen zijn die, die, die een normaal, uh, weet ik veel, een, een baantje die thee hebben. Maar eigenlijk een soort van. Een gewortelde, een gewortelde passie hebben voor het boerderijleven. Dat die altijd ja. een soort van een droom hebben van... Ah, was ik maar gewoon een boer, Precies. dan kon ik... Dat uh, was veel digitale shit. Ja. 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 Ik, ik, tenminste, dat gevoel heb ik dan altijd bij dit soort games. Mm -hmm. um, van, van die mensen die dan op een gegeven moment hun baan opzeggen... en fietsen maken worden. Van, uh, ja. 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 Het alledaagse romantiseren is denk ik heel normaal. En ik denk dat het andersom ook gebeurt. Als je zeg maar, niet uh, achter een computertje werkt, dat je denkt van Hé, ik vind het jammer dat ik niet meer word uitgedaagd omdat ik in Weer en Wind sta te werken. En wij zien dat andersom. Ja, ik denk dat dat altijd zo is. Ja, ja toch? Ja. Ja, het gras is altijd groener. Ja, Totdat je, dus, uh, je het maait. Ja. Of in Microsoft Flight Simulator, daar is het bruin hoor. Ja. Ja. <laughs> oh, maar ik heb er wel veel zin in hoor. Flight Simulator. Ik hoop ja. gewoon dat ze het gaan fixen man. Dan is het echt een hele toffe game. Ik ook. Ik ga hem eens even opzetten op Xbox. Even kijken. Ja, zeker. Ook doen. wel even. Ja. En uh, niemand kijkt Arcane hier, dan denk ik. N nee. Oké, okay, sorry. Het nee. is een goede serie. Ik heb uh, <laughs> seizoen 1 <één> gekeken. <laughs> seizoen 1 <één> heb gekeken. Het <laughs> is op Netflix, toch? Ja. Ja, nee, ik heb Netflix opgezegd. Vond veel te duur voor wat het was. Oh. Ja, het is wel weer. Het is, uh, ik heb niks met League of Legends. Dat ga ik ook nooit hebben. Ik had hetzelfde, maar ik vond het een kijken. fantastische serie. Ja, ja man, dat is. Dat uh, is writing right there. Hmm. is echt heel goed. Goed. Maar goed, dat la laten we dan maar aan, aan Jacco's kant van de podcast. Want die gaat ah. uh, er helemaal hard op. Ja? ja maar had... hij is ook niet echt een League of Legends gamer, toch? Nee, maar niet. Maar uh, de, ja, het, is, het is gewoon een hele goede serie. Het is bijzonder goed geschreven. Uh, ik moet zeggen, ik heb wel seizoen 1 echt misschien wel drie keer geprobeerd. En bij de wow, dat was een Florian-intonatie. Hoorde je dat? Geprobeerd? <laughs> maar uh, ik ga het veel met jullie om. Maar de vijfde keer kwam ik wel echt... dacht wauw, dit is wel echt bijzonder goed geschreven. Het heeft wel echt elementen van, uh, van het beste schrijfwerk dat ik heb gezien. Seizoen 2 zit wel iets meer tempo in. Ik weet niet of dat positief of negatief is. Maar uh, het houdt de mensen wel bezig. Het is wel heel tof. Oké. Okay. Het eindigt nu ook. En dan krijg je weer spin-offs. Dus uh, ik ben benieuwd. Oh ja, dit is uh, meteen het laatste seizoen. het uh, ja. tweede seizoen. En daar okay. hebben ze redelijk wat kritiek op gehad. De showrunner geeft ook aan dat hij dat jammer vindt. Dat mensen zeggen dat het gerust voelt. Want dat is voor hen niet zo. Hmm. Maar uh, ja, ik heb dat. Ik heb. Ja. Ik vind, He laat ik het zo zeggen. Als je, een, als je twee seizoenen doet. En je introduceert in aflevering 5 of seizoen 2 een nieuw personage. Dan is dat misschien wel. Gewaagd. <laughs> oh. Weet ja. je wel? Ja. Dus dus dat herken ik wel, maar los daarvan. Ja, ik vind dat iedereen dit moet zien. Ik vind dat iedereen dit moet zien die, uh, die een beetje in, in de geek life zit. Oké, okay. ja. hmm. wanneer wanneer begint die andere serie Secret Level? Oh, dat is december Dat is binnenkort, toch? Ook, ook, ja. Is dat december ja. al? Ja. Ja. ja, volgens mij ook. Ja. Volgende week of over ja. twee weken of zo. Want de trailers droppen langzaam. En Splunk ja. ziet er zo mm. fucking goed uit. Het mm -hmm. is mijn achtergrond nu op mijn pc, mijn werkpc. Eén screenshot uit die trailer van de Splunkie. Ja, De dat eerste aflevering ziet er ook zo goed uit. Ja. De eerste aflevering Mooi, is uh, zijn zijn 10 december. Oh ja, nee, ja precies. Oh, ja, okay. Dus over uh, twee weken. We okay. Anderhalve ja. week eigenlijk al. Dat, uh, dat ga ik ook wel even meepakken, ja, denk ik. Maar dat is Amazon, of niet? Is het Amazon? Ja, dat Amazon. Ja. Dat is Prime. Okay. Ja, Precies. absoluut. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Nou, dan zijn yep. we er doorheen, denk ik. Nieuwe Zombies map op 5 december. Het zit goede shit aan te komen. Oké. Okay. Ja, er komt binnenkort ook weer een gamepje die ik kan reviewen. Oh. Hup. Dum, dum, dum. Hup, hup, dan hup, je, hup. Dan zet je je pet even af en dan zet je een hoed op. Ja? Even die boel opslepen. Jeeeeee! Hey. Dan... Hey. We doen het. Oké. Okay. Okay. Uh, ja, bedankt weer voor het kijken en luisteren naar PowerPraat. Uh, volgende week is Mart er weer met zijn crew. En daarna hebben we al de eindejaarsafleveringen. Dus uh, daar gaan we flink even aan werken. En dan uh, hoop ik uh, dat je daar ook weer veel plezier van hebt. Uh, vergeet niet een comment achter te laten. En we uh, moeten eigenlijk nog even een. Uh, een polletje verzinnen voor de volgende. Maar nee, oh, dat is nu eigenlijk niet nodig. Wordt wel... DLC thuis in de Game of the Year? Oh ja, dat is een hele goeie. Laten ja. we die er zeker even in gooien. Maar inderdaad, wanneer gaan we dit bespreken dan? Niet meer. Nou, misschien in het eindejaars. En anders uh, dan is het gewoon voor de heb. Nee, er komt wel een moment op Geen de kast dat we inderdaad. de Game of the Year volgens Geely behandelen. En dan is dat wel geschaafd. Ja, inderdaad, precies. Oké, okay, bedankt voor het kijken. Tot de volgende!